Welkom bij aflevering 31 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en zoals elke week weer met Wijnand Luitjes. Ja, dit keer niet uh, vanuit uh, Gent, hè? gewoon lekker uh, Nederlandse bodem. Ja, gewoon weer in Amsterdam, gewoon weer terug. Ook in ons eigen hok waar we gewoon thuis horen, niet in een ander gedeelte van het kantoor. Het vertrouwde plantjes. De plantjes staan er weer bij. Het post hangt weer aan de muur. Dus wat dat betreft zitten we hier uh, zitten we helemaal op ons plekje? Um, zoals elke week de disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshi.radio.nl. Je kan ons ook steunen op Patreon. Ook deze link vind je op onze website. Ja, en we zitten weer met een gast, Wijnand. Ja, wederom hè. Ik zal hem eens even introduceren. Want onze gast van vandaag is vanaf het beursplein in Amsterdam actief als cryptohandelaar. Dit is echter niet het enige dat hij doet. Zo heb je hem misschien langs horen of zien komen bij de Telegraaf en bij BNR. Of op een event waar hij ook spreekt. Um, hij is, en daarnaast is hij ook nog eens betrokken bij projecten zoals Rootstock en Grin. Uh, ja, we zijn heel blij dat hij bij ons in de studio is. Uh, Robert Nas, welkom. Ja, dankjewel. Klopte dat uh, een beetje, de intro? Leuk om hier te zijn. Ik uh, ben niet uh, vanaf beursplein 5 uh, werkzaam. Ik noem mezelf eigenlijk een uh, digital nomad, want ik ben lekker veel onderweg, zit vaak in het vliegtuig. Het enige wat ik nodig heb is een laptop en uh, Maar met en internet. een beetje geluk ben je daar wel te vinden, toch? Zo nu en dan. Dat is alweer, denk ik, een jaar of drie geleden. <laughs> Oké, okay, nou, dat is een tijdje terug dan. Um, maar, uh, nee, ja, top. Hoe zag jouw week eruit? Want jij bent uh, in Engeland geweest, hoorde wij. Ja, ik ben gisteren teruggekomen uit uh, Londen. Daar was uh, een uh, meet-up van uh, Grin, Mimble Wimble. En dat was uh, eigenlijk de laatste meet-up... voor de launch van het mainnet volgende week. En het was uh, druk, heel druk. Ik denk dat er bijna 200 man was. Zo. Um, investeerders, developers, van alle kanten was er, waren de er vragen. En ik heb het gevoel dat de jongens er echt, uh, echt klaar voor zijn. Ja, want alle want die, de developers waren er ook allemaal. Of dat, uh... er waren, de hoofddeveloper uh, was er ook, die ook ja. echt uh, fulltime daarmee bezig is. Mm -hmm. En die deed een uh, QA en uh, kreeg pittige vragen. Maar we wisten allemaal te beantwoorden. Ja, maar je had dus dat idee van die 200 man in de zaal. Dat zijn ook echt wel mensen met de, de kennis en know-how. Uh, het is niet ja. de, de gemiddelde ICO-investering die we voorheen in de zalen zouden zetten. Nee. nee, nee, dat was wel echt wel echt van, uh, van hoog niveau. Ja. ja, Het mooie om toe te voegen, denk ik, ja. Um, is ja, investeerders. Ja, potentiële investeerders natuurlijk. Want er valt nog niks te investeren op dit moment. Omdat Grin, um, ja, eigenlijk, denk ik, als enige project wat ik de afgelopen twee jaar heb gezien, gewoon ja. geen investeringsronde hebben gehad... geen pre-mine hebben, geen ICO. Er is, er is nu nog geen enkele grin. Ook niet voor het team. De developers hebben niks. Niemand heeft het nog. En pas vanaf dat het gemined gaat worden... komen ze beschikbaar. Eigenlijk net zoals bij uh, Bitcoin. En zelfs het verschil is hier nog... dat vanaf het begin iedereen kan minen. En dat Satoshi is natuurlijk nog een paar dagen zelf gemined heeft. Dus dat is wel denk ik een interessante toevoeging uh, hieraan. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Omdat je natuurlijk zelf ook een, een, ja, een handelaar, uh, handelaar bent... Ik vind, het, ik vind het echt verschrikkelijk mooi dat we eindelijk weer naar nou, al die drukte en chaos in de ICO, in het ICO-landschap, weer een project hebben dat daadwerkelijk een goede techniek heeft, maar dat het draait op de community. En zonder de community geen project. Maar dat zegt dus wel, zeker als er ook al zoveel animo is op de meetup en het is nog niet eens live, dat de techniek erachter wel heel interessant is. En het staat in de kinderschoenen, net zoals Bitcoin, dat vroeger stond. Misschien nu steeds ook nog wat beetje. Ja. Maar met Grin, bij Grin, ga je de waarde pas over een jaar of vijf minimaal zien. Er gaan nog vele hardforks aankomen en updates. En er gaan zeker nog heel veel bugs gediscoverd worden. Maar de potentie die het heeft, ah, dat is waanzinnig. Ja. Ja, en die community, die website, ja, ik vind het nog steeds mooi. Een of andere smiley en uh, gewoon eigenlijk uh, documentation forum, die ook heel actief is. Ik ben ook nu die Twitter bot van, of tenminste het is een ja. Twitter channel, wat eigenlijk gewoon volgens mij de forum... Uh, uh, threads ja, en, en Reddit, ja. uh, die, die voegt alles bij elkaar. En wat best wel useful Twitter. is, want ja. daardoor krijg je gewoon in je Twitter feed al de what's going on in de community, zonder ja. nou continu die, die, die webpage. En het is, het is echt heel actief. En die mainnet komt natuurlijk de 16e. Ja, ja. Dus ik weet niet uh, precies hoe laat eigenlijk, op welke tijdzone, maar... Um, ja, je ziet ook wel gewoon natuurlijk, we hebben in ons kanaal mensen die eigenlijk al de, de, de rigs en de miningapparatuur redelijk klaar hebben staan om, uh, om het mee net te gaan minen. Dus je ziet wel gewoon heel veel enthousiasme. En dat, dat is lange tijd geleden dat je dat zo breed uh, ja. ziet. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk ook nog Beam. Ja. Dat is het andere project wat Wimbo wimbo uh, tracht te implementeren of geïmplementeerd heeft, hè, op meenet. Um, ja, dat zijn nu de twee, beide met een andere visie. De een heel erg community-driven, de ander wat meer, gewoon volgens de normale investeringsmanieren. Door wat geld op te halen en daarvan te gaan developen. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, we hadden natuurlijk Bitcoin Wednesday uh, twee maanden terug volgens mij langs zien komen. En toen heeft een van de Nederlandse developers van Grin daar uh, gepresenteerd. Jasper uh, van der Marel. Ja. En uh, die zit bij het Grin Council samen met nog uh, zeven anderen. Die ja. heeft echt wel, echt wel een goede functie. En uh, hij is eigenlijk samen met uh, John Tromp de andere Nederlanders, ons Nederlands trots bij Grin. Ja. En uh, Jasper heeft uh, ervoor gezorgd dat het mogelijk is... om Atomic Swaps uit te voeren van Grin, de anonieme blockchain... naar alle andere blockchains toe. Ja, en dat is heel interessant, want dat was een van de dingen... waarvan dus gezegd werd, omdat volgens mij... Uh, Even een disclaimer, ik ben niet de grootste techneut ever, maar wat ik gelezen heb is dat uh, in principe op Mimble Wimble scripting heel lastig is en dat daardoor dingen zoals lightning en dergelijke moeilijker zijn. Of in het begin werd dat getracht eigenlijk onmogelijk. Maar dat soort dingen worden nu ook al uh, in ieder geval in een proof of concept toegevoegd. Zoals jij be, uh, zegt hier met die atomic swaps, maar ik las dat ook al over lightning. Ja. ja, het is enorm interessant en vooral omdat... Ja, blijkbaar, je hebt dus gewoon een paar developers nodig... met een soort van opofferingsgevoel... die zelf daar niet beter van willen worden. Of zelf niet stinkend rijk willen worden. En ja, nou ja, je hebt nu een stuk of wat bij elkaar. En dan krijg je dus dit. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik ja, ben toch positief verrast dat hè. het... Was, volgens mij Londen, dat wat, wat was dat het 200 man op Londen. Ja, hoe groot is dat? Maar toch 200 man op een mier wat zo technisch is. Compleet nieuw. Het is niet, niet in het nieuws. In de mainstream media denk ik, ja, dan zie je het niet... Vind ik ben toch wel uh, ja. toch, ben ik toch enthousiast van dat de community al zo uh, ver is. Het gaat wel zo'n een lopend vuurtje rond op uh, de, de crypto-Twitter nu. Zeg maar sinds een maandje, half, half een maand terug ik SB, Be uh, Beam en Grin. Dat ja. zie je nu echt ook ja. wel door de grotere uh, Twitteraars opgepakt worden. Dus, um, ik heb gisteren uh, een foto geplaatst uh, van de meetup. En normaal als ik een post doe op Twitter, dan uh, heb ik 0 uh, likes. <laughs> maar ik had er nu 60. Ja, nou, daar ga je al. <lacht> ja, dus. <laughs> Ja, ik zag ook dat je de, de, de merchandise van, uh, van ze had gekocht. Ik zat ook op een website te kijken. Het is best wel cool hoor. Ze hebben een paar van die, ja, een beetje... Uh, dat, die absurde smiley van ze en nog een ja. paar andere dingen. Dat is wel funny. Ik zat er ook naar te kijken. Um, ja, laten we even de stellingen er doorheen gooien. Ik zal met, beginnen met de eerste. Uh, nee je hebt de keuze uit twee... Uh, ja, je hebt twee keuzes eigenlijk. Een van de twee moet het worden. Satoshi of Vitalik? Satoshi. Een trainingspak of een maatpak? Maatpak. Ja, dat is duidelijk. Uh, trading of investments? It's long of short term eigenlijk? Investments. Proof of work, proof of stake. Proof of work. Grin of beam? Grin. Ja, dat. <laughs> mm. Aan het eind hebben we wel even een inkoppertje. Is er eentje waarvan je zegt, daar wil ik wat meer uh, over uitlaten? Traden. Ik heb het lang gedaan. Ik doe het nog steeds minder actief dan ik voorheen altijd deed. En. Als je denkt, oh, dat is een handelaar, een beurshandelaar, financiële productenhandelaar, derivatenhandelaar, forexhandelaar. Dat is cool, dat is leuk, daar kan je geld mee verdienen. Dat is ook zo. Het is een heel mooi beroep. Ja, zoals ik zei, laptop, internet, is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Alleen, er zit wel heel veel volatiliteit in de markten, zeker de laatste paar jaren. Maar die volatiliteit, die zit, zijn niet alleen te zien in de koersen, maar ook in je eigen gemoedstoestand. En dat heeft, mij, dat heeft mij altijd best wel zwaar bevallen. Zeker 2017, toen het één grote gekkenhuis was. Dus ik heb voor mezelf afgesproken. Ik um, ben namelijk november 2017 ben ik echt met sabbatical gegaan. En dat ben ik nu nog steeds. Ik um, ben veel onderweg. En ik probeer eigenlijk steeds meer te kijken van... op langer termijn, wat is nou interessant... Want die schommelingen in de koersen en in mijn hoofd, dat zou ik toch niet zo graag meer zo actief willen doen. Nee, nou daar hadden wij toevallig vanmiddag ook nog, uh, ja. ook nog over. Van um, ja, het, 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 het traden of het, of het uh, holden van dingen. Um, ja, wat, 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 is nou, wat, is nou, wat is nou fijner? Wij komen eigenlijk telkens tot de conclusie: nou zo, holden dat is een wel. Enigszins een meme, hè. dat is niet uh, blind vasthouden, is ook niet handig. Maar dan heb je het meer over ze nu en dan winst te pakken? En niet over dat dagelijks uh, proberen her en der 5% of 4% of 3% te pakken? Omdat je dan telkens ja, aan het kijken bent: gaat het omhoog, gaat het omlaag. Verlies ik nu iets wat ik graag had willen houden? Of is in die richting. Ja, het punt is met ja, investeren: wil je investeren, dan moet je natuurlijk wel initieel een wat groter bedrag hebben. En vaak zie je dus dat mensen beginnen met handelen, actief handelen, zichzelf in het zweet werken, een bepaalde basis opbouwen en vanuit daaruit langer termijn gaan investeren. Ja, en investeren komt natuurlijk meer kijken. Hè. Dus je verdiep je ook in een project. En terwijl je normaal uh, naar nou, de, de falling wedges en ja. dat soort zaken of maar, <laughs> dat, dat soort dingen gaat kijken. Ik denk dat dat het dus ook zo lastig maakt, omdat je je verdiept in zo'n project en omdat je daar al langer in zit, omdat je misschien een keer naar midden bent geweest en dan raak je daar een beetje gehecht aan. Dan ja. zij het dan verkoopt om, omdat je hoopt, nou hij valt misschien 5% en dan koop ik weer in en daarna gaat hij omhoog en dan ja dat is alsof je je vakantieliefde uitswaait op het station dat uh, die je nooit meer terug gaat zien en dat dat is een beetje waar ja waar ik mee zit dus misschien moet ik iets zoeken waar ik helemaal voor de rest niks mee heb en daar gewoon ook volledig emotieloos bij ja, kan hebt, zijn. Je hebt uh, van de week planten gekocht. Nou, misschien moet je daar wat aandacht aan besteden thuis. Ja, nou ja, wietplanten, hè, dat was een beetje een ding afgelopen half jaar. <laughs> daar kon je goed, daar investeerden, daar investeerde, gingen alle crypto-investeerders uh, naartoe. Maar ja, daar ben je nu ook wel, uh, wel enigszins te laat, denk ik. Ja, buy high, sell low. Nu, toch? Ja, <laughs> <laughs> precies. Nou, daar ben ik uh, enorm ja, goed in. Goed, dus niet dat uh, uh, <laughs> ik ambieer, maar... Uh... Als iemand nog tips wil wat dat betreft, dan moet <laughs> ja, dat je bij dat mij nieuws, zijn. Toen dacht hij van die Turner, die familie, die was toch op, <laughs> opgerold van Gelder. Die teun, dat heb ik even gemist. Ja, die blijkbaar opgerold uh, zijn ouders met allemaal uh, wiet. Okay. Maar goed, dat is een heel andere. Uh, <laughs> <onderwerp. laughs> ja, dat laten we aan. Uh, Weet hij, uh, Peter de Vries over. En onze andere uh, crimine criminele verslaggevers, of verslaggevers van criminelen, whatever. Um, ja, nou, vandaag we hebben we het nieuws van de week. Dat hebben we in een iets andere, in een andere vorm dan normaal gegoten. Dus we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat loopt. Korte markt update. En daarna gaan we met Robert uh, in gesprek over Woodstock en Gwyn. En uh, waar we eigenlijk al een beetje over begonnen zijn. Ja, um, nou, wat zagen we deze week? Uh, een nieuwe ledger? Ja. Ja, nou, mooi ding. Uh, wat is nou nieuw? Bluetooth support. Hè? Dus uh, wat, dat is eigenlijk de, 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 het hebben dingetje. Ja, we hebben het over de hardware wallet trouwens. Ja, dus, de, dus dat het is eigenlijk hardware. een soort uh, vergelijkbaar met een USB-stick, zou je het kunnen zien. Uh, zo ziet hij er ook uit, in dit geval, de, de nano-ledger. En uh, traditioneel sluit je die aan aan je computer met een USB-kabel. En daarmee kun je transacties valideren. En deze week, of begin deze week, kwamen ze uit met een nieuw model. Ja. Waar je een kleur, dan ik weet niet of het kleurenschermje, maar zijn al die kleine incremental updates. Nee, het is een extra regel op het scherm. Oh, nou, nou, in ieder geval dat dan. En je hebt dus Bluetooth. Dat was ja. eigenlijk de, 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 de eye-catcher. Dus je kunt dan via je telefoon in plaats van de USB-kabel uh, transacties zijn. Dus ook als ja. je on the move bent, uh, je hoeft geen laptop meer bij te hebben. Je telefoon is alles wat je niet. Um, nou dat, dat maakt natuurlijk wat los in de community. Van Bluetooth onveilig, hackbaar, uh, slechte security. Nou, we hebben het ook in onze channel redelijk uh, hard uh, over gedis gediscussieerd. Ja. En, en ja, ja, je zegt ook van uh, hoe onveilig is het eigenlijk. Nou ja, ik heb dat eens een beetje op zitten zoeken. En um, ja, nou ja, in eerste instantie denk je ja, dit, dit voegt een extra attack vector toe. Dus een extra mogelijkheid om het te attacken. En dat is waarschijnlijk ook waar. Maar je moet ook snappen hoe zo'n uh, zo zo ledger en zo zo'n hardware wallet werkt. Dat in principe dat. Daar gaat een unsigned transactie naartoe. En het enige wat je in die ledger doet, is hem signen. En dat zie je ook op het schermpje terug. Hè. Waar gaat het heen? Hoeveel gaat er heen? Je signt hem en daarna wordt hij weer teruggestuurd. Dus USB, of in dit geval Bluetooth, is alleen maar een middel... om eerst de unsigned transactie heen te sturen... en daarna de signed transactie terug te sturen. Ja. Wat is hier nou kritiek in? Dat je op je schermpje kijkt... Waar je het heen gaat sturen voordat je hem signed. Dat is het hele ding. En als je dat niet doet, ja, dan ben je ook met USB natuurlijk kwetsbaar. Nou, is het natuurlijk wel zo dat bij USB moet iemand fysiek aan de andere kant van de kabel zitten, of een virus op jouw computer hebben geïnstalleerd, en met, met Bluetooth zou iemand ook 10 meter verderop uh, daartussen kunnen gaan zitten dus eigenlijk ja check wat er op het schermpje staat en als dat klopt met wat je wil dan, uh, dan is er niet zo heel veel aan de hand is het correct dat uh, bluetooth inderdaad niet heel erg beveiligd is maar dat je het alleen kan hacken als je inderdaad op een korte afstand dus dat ja, het van zelf... lange afstanden dat het eigenlijk wel meevalt ja nou, nah, Bluetooth, is Bluetooth het. 30 meter, dan ja. ben je er wel, denk ja. ik. Ja, de, sowieso, het protocol, volgens mij, blinkt het niet uit in beveiliging. Het is niet iets. Uh... Nee, maar er gaat dus geen private key heen en weer. Nee, nee dat is. Is, is, is het belangrijkste aspect. De private key blijft gewoon in de nano. Ja. Dus je signed en je stuurt een transactie die per definitie naar de blockchain gaat en openbaar ja. mee daar wordt. Dat stuur je uit. Dus als ja. je dat onderschept, ja, dat, dat is het risico niet. Nou ja, de in dus, als je de ingaande transactie, de unsigned transactie, als je die kan veranderen en degene let niet op ja. en signed die, ja, dan, word je, dan ben je de lul, om het zomaar even plat te zeggen. Ja, anyway, kijk, er zijn natuurlijk ook andere dingen, um, uh, wat, wat ik wel een goed punt vond en dat werd ook bij ons in de, in de channel genoemd. Wat maakt het nou mogelijk dat je met je telefoon makkelijker ga, kan gaan betalen, makkelijker bij je funds kan? Dan is de vraag waarvoor neem je niet gewoon een mobile app. Gooi je daar 100 euro aan Bitcoin op. En dan kan je er ook makkelijk bij. Waarvoor ja. moet je je ledger, wat eigenlijk cold storage is. Wat eigenlijk gemaakt is om grotere bedragen op te zetten. Waarvoor moet je dat altijd bij je hebben? Nou, dat is een heel goed punt, denk ik. Aan de andere kant kan je beargumenteren. Is het misschien wel veiliger om het altijd bij je te hebben. dan, om dan het thuis te laten liggen? Dat is, ik vind het een. Um, ja, ja, het is niet zwart te zeggen. Ik merk wel van hè, de prijs is 119 euro. Vind ik redelijk fors. Dus ja, het zal niet mijn. En mobile wallet met wat change vervangen? Nee. Uh, maar misschien is het een soort hybrid, hè? Door, toch? Dat je op vakantie gaat voor iets langere periode. Zeg je nou, ik wil wel iets cash bij me hebben en risico's daarmee. Ja, vangen. Volgens mij nou. uh, hebben wij niet ook 115 euro voor die Ledger S, uh, die Nano S, be betaald. die ook... 70. Maar de hype is die 200. Uh, zo ja, precies. Dus dat was vorig jaar december. Toen was die wat, uh, wat duurder. Ja, ik heb hem besteld. Maar dat is meer omdat ik gewoon heel benieuwd ben. En uh, ik denk dat het op zich wijs is om misschien eventjes uh, te wachten tot de kinderziektes eruit zijn. Ik ga niet in ieder geval alles in keer Overgooien, maar ik ben wel heel benieuwd naar de app en hoe dat werkt. Ja, het zag er wel mooi uit. Het zag er, het zag er mooi uit. En wat dat hebben we nog niet eens genoemd: er kunnen nu 100 apps op. Ze ah, zullen ja. werken met apps voor coins. En het vervelende met die normale ledgers was dat je er maar drie tegelijk kon installeren. Nou, dat was gewoon wat wat leverde wat extra tijd op soms. Wat het kostte, dan moest je app daar de afhalen en andere door opzetten. Dat was dus ja. niet handig. ja. Um, ja, wat, wat, wat willen we nog meer uitpakken, Wijnand? Ik zou we zeggen, gezien? dus we had heel kort over Beam. Hè, dus een andere Mimble wimble implementatie. Hè, dus die kwamen deze week of was het gisteren? Of, volgens mij ja, van mij gisteren, gisteren ja. best ja. wel vervelend, even in een, in een tweet uh, naar buiten, dat er een, een kwetsbaarheid was gevonden in een, in een desktop wallet. En waar ze ook een, een instructie hebben geschreven hoe je het moet verwijderen en een nieuwe installatie moet uitvoeren. Maar, maar in die uitvoering was dan weer dezelfde versienummer geh gehanteerd. Op de GitHub was niet de code beschikbaar om hem zelf te beeld te maken. Het was best wel... Ja, het, 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 het leek een beetje een panic mode, maar ja. of dat zo is, dat weten we niet. De, de, de kwetsbaarheid wordt pas later beschikbaar gesteld van wat betekent dit, wat, wat was er aan de hand. Dat is sowieso volgens mij een best practice. Ja, toch? en dat is niet onverstandig, want je wilt natuurlijk voorkomen dat je een soort zero day hè, dus een kwetsbaarheid die misschien nog niet overal uitgerold, is of gepatcht of dat ja. iedereen de laatste software draait, dat die toch misbruikt kan worden. Dus dat is niet per definitie slecht. Maar het is jammer, maar het is natuurlijk, ja, part of the deal. Complicated um, ja, het is een tech attack. Dat is ook nieuw. Is, ja. Ja, niemand kent het ook nog. Dus. Ja, het zit in de wallet. Hè? Dus waar, waar zat de fout dan? Dus ja. het, het protocol noemen ze niet per se. En, uh, maar we kunnen er weinig over zeggen, maar het was wel, uh, ja, je, kan wel je kan wel speculeren met de nadruk op, op, op speculeren. Is, um, hè, we weten, we hebben Beam, we hebben Grin. En ja, ze doen eigenlijk het, hetzelfde. Hè? Of in ieder geval, ze zitten heel erg in elkaars vaarwater. Met een paar uh, specifieke verschillen. Ja, en dan is een, uh, dat zie je met bitcoin natuurlijk ook. Als je first mover bent, ja dat, dat is wel iets waard. En um, ja, volgens mij is het niet compleet toevallig dat je twee weken voor de ander. Uh, ik denk dat het wel wat waard is om als eerste te zijn, laat ik het zo zeggen. Dat denk ik marketingtechnisch ook. En uh, ja, het zou natuurlijk kunnen dat, dat uh, de, um, um, de CEO was ook bij Bitcoin Wednesday. Yep. En daar werd het ook gevraagd van joh, zijn jullie compleet klaar ervoor? En er was nog wel, nou, dan moeten nog wel een paar hele kleine dingetjes gedaan worden. Ja, dat was al op. op, op de dag van tevoren eigenlijk. Ja, dus dat is, dat is speculatie. Maar dat is wel... Um, nou ja, als er één killer is van, van IT-projecten in het algemeen... dan zijn het strakke deadlines wel en snel dingen afmaken. Dus dat, ja. Naar mijn mening uh, het voordeel van Beam nu... ten opzichte van andere wimble projecten... want volgens mij zijn er nu ook al meerdere dan alleen uh, Grin en ja. Beam... is dat het organisatorisch en uh, qua bedrijfsstructuur echt heel goed staat. Ja. En ik denk dat dat wel het voordeel gaat zijn ten opzichte van Green. Het is een centrale partij, hè, Beam. Dus die kunnen veel sneller beslissingen maken en daarna handelen. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is geweest voor veel investeerders om voor Beam te kiezen. Ja, ja en daar had je als visie ook de mogelijkheid om te investeren. Ja, precies, er was ook niet echt een keuze, natuurlijk, omdat je niet in Green kon investeren. Oké. Okay. Maar ik was uh, in Berlijn november, 9 november 2018, twee maanden geleden. En uh, daar waren nog meer mensen dan uh, bij Londen. Ja. En daar was eigenlijk de helft van de zaal uh, zat vol met uh, visies van over de hele wereld. En de enige vraag die werd gesteld was: hoe kunnen we investeren? Hoe kunnen we investeren? Ja. En uiteindelijk is daar de keuze dan geworden om te, om te minen. Maar die zeggen allemaal, we willen niks met, uh, met Beam te maken hebben. Ja. Dus die keuze was er ergens wel. Nou nee, ja, precies. Je kan natuurlijk ook kiezen om het geld dat je wilde investeren direct in, uh, in Grin. Dat je dat investeert in miningcapaciteit. Ja. Dus daar, daar heb je helemaal uh, gelijk True. En Dat is een goed punt. Kijk, en ja, we hebben ook, ik, ik heb die wallet ge geïnstalleerd van Beam. Het zag er strak ah, het uit. Het, het zag er mooi uit. Ja. Alleen, ja, het is wel een privacy coin. waar een foundation achter zit. Daar kan je, uh, Beam of niet. Het maakt niet zoveel uit wat het is. Dat is uh, voor mij Bij Zcash heb je dat ook. Uh, die hebben ook zo'n soortzelfde structuur. Ja, dat. Je kan je over discussiëren, uh, uh, waar kunnen ze bij kijken? Nou, dat zou je dus ook technisch nog eens verder naar moeten kijken. Maar dat is wel heel interessant, denk ik. Uh, uh, maar goed, dus, uh, nou ja, uh, dat was wel even een bump in the road, om het, uh, om het zacht te zeggen. Nou, er waren er wel wat meer projecten die een bump in the road hadden de afgelopen week. Uh, Substratum bijvoorbeeld, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk. Die, uh, hebben, de CEO had eerst aangekondigd dat, dat ze met een gedeelte van hun ICO-funds uh, gingen daytraden. En dat heeft hij aangekondigd op, op de bodem van de markt... toen Ethereum 60 of 70 dollar was, iets in die richting. Vorige week kwam hij opeens naar voren in een filmpje... Uh, waar ze, waar, waarbij hij zei dat hij in, in verschillende pump-and-dump-groups heeft gezeten. Moet ik wel zeggen, in zijn verdediging. Hij vroeg aan de zaal van... joh, jongens, wie heeft er wel eens in zo'n groep gezeten? Nou, alle handen omhoog zeker? Nou ja, niemand. En hij werd uitgelachen omdat hij zijn hand omhoog stak... en daarna afgebrand op Twitter. Maar... Ik snap zijn vraag wel, want iedereen die begonnen is, weet je zeker vorig jaar, je, ja, dan ga je daar eens naar kijken. En daarna, verder in het leerproces, kom je erachter dat je altijd genaaid wordt door iemand die de Pump and Dump groep beheert. En dan kap je daar weer mee, weet je wel. Maar dat is op zich wat hij vroeg. Denk ik van, als iedereen eerlijk is, dan heeft denk ik wel, wel meer dan, die, uh, mm -hmm. dan alleen hij daarin gezeten. Maar goed, als CEO is dat niet handig om te zeggen. Nou, wat is er nu gebeurd? Er kwam een Reddit-post naar buiten. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ja, ja een hele lange thread. Ja, een heel, uh, heel lang verhaal. Dat nou, stond op Twitter trouwens, de, ja. deze. Ja. En um, ja, iemand heeft dat helemaal na zitten zoeken. Um, nou, wat heeft hij nou gevonden? Uh, er is ongeveer 17.700 uh, Ethereum opgehaald in die ICO. En uh, hij is het allemaal nagaan zoeken. Alle Ethereum-wallets, Litecoin-wallets, Bitcoin-wallets erbij. En er was dus uiteindelijk op die wallets... 18.920 18 Ethereum gestort of uh, gestuurd. Dat hebben ze ontvangen. Dat betekent dat je dus een verschil hebt uh, van 1142 Ethereum. die zij wel hebben ontvangen. maar dus niet hebben. ja, is, is unaccounted voor, om het zo maar te zeggen. Dus um, ja, dat was 1,3 miljoen waard. En de vraag is, waar is dat gebleven? Nou, moet ik ook alweer weer zeggen. In, diezelfde, in datzelfde Twitter-verhaal begon die daarna. Een soort van te speculeren dat die CEO dat uitgegeven had aan huizen en auto's en dergelijke, en nul bewijs daarvoor. Dan denk ik ja, dan heb je zo'n goed verhaal, helemaal onderbouwd met feiten en, 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 en transacties. En dan ga je het daarna, ja, een soort van met een wijzend vingertje van je hebt het uitgegeven aan huizen. Ja, dan moet je dat ook kunnen onderbouwen, vind ik. Maar anyway, uh, het punt is dat er dus wel 1140 Ethereum. En, en weten jullie ook of daar in die, uh, in die tweet uh, iets stond... over het dumpen van coins op de markt? Nou, niet voor nee. substraten in ieder geval. Nee. Okay. Want dit gaat ook niet per se om uh, coins. Ze hebben gewoon meer gekregen. En ze hebben gezegd, we hebben 15 miljoen opgehaald. Nou, of in dit geval uh, 17.000 uh, Ethereum opgehaald. Terwijl ze in werkelijkheid bijna 19.000 hebben opgehaald. Ja, dan hou je wat over. En dat geld... Ja, er wordt gespeculeerd dat dat geld in eigen zak is gegaan. Maar als ik bij de feiten blijf, zijn die Ethereums gewoon weg. Ja, wat en waar ze heen zijn gegaan, misschien zijn ze wel in funding gestopt. Ja, dat zou heel dom zijn. Dan heb je een hele slechte accountant. Ja, ze kunnen maar... in principe niet weg zijn. Hè? Ze moeten ergens zijn. Dat is natuurlijk het mooie aan het netwerk. Maar, maar kunnen... het is niet duidelijk waar ze ja, zijn gebleven. Wie, tenminste, wie beheert de ja, Ethereum nou? Wie weet, is wel zijn ze wel in funding gestopt? Ja, dan heb je een slechte accountant. Of in ieder geval iemand die dat bijhoudt. Maar anyway, het is wel um, slordig. Ja, en je ziet die, communi die community op Telegram die ze beheren, die gaat natuurlijk helemaal los in de verdediging. En die komen ook niet met goede argumentatie waarom het <coughs> wel juist is. Hè? Dus die, nee, zie, die, ja. die, die schiet ook het verweer. Eigenlijk had je het verteld over die huizen. Die schiet ook in het veer van, ja, dat is onzin. Je hebt de data gemanipuleerd. Maar ja, dat is het hele mooie aan het Ethereum-netwerk. Ja. Met zoveel bloks gemind. Dat is gewoon betrouwbaar als het is. En hè, dus de community of de developers erachter... die komen ook niet met goede uitleg... wat er wel aan de hand is. En nee. dat is natuurlijk wel jammer. Ja, stel jezelf voor dat jij vorig jaar december... een van uh, die data test... <kuggen> die had natuurlijk op een gegeven moment wat video's over... een redelijk bekende YouTuber op dat gebied. Ja, en die was er hartstikke positief over. Stel, je hebt dat gekocht. Je bent nu 98% in de min. Ja, dan die, die tribalism die komt dan zo erg omhoog. En mensen die gaan ja hand en tand nog verdedigen... waarvan ze zelf stiekem ook al weten dat het niks meer is. Maar ja... Ja, je moet, je moet wat op zo'n punt. Het staat uh, min 99% en ik heb de grafiek er even, even bijgepakt. Want ik weet namelijk nog dat ik uh, Substratum heb gekocht... toen die net op Binance was gelist. En uh, dat was een megatrade. Ja. Maar dat wil ik niet zeggen. Wat ik wil zeggen is dat het mij eigenlijk verbaasde... hoe snel en hoe ver, hoeveel, hoeveel, hoeveel grootheden aan coins direct op de markt werden gedumpt. Waardoor het voor mij al gelijk heel scammy uh, overkwam... En hij heeft daarna eigenlijk ook helemaal geen, uh, geen basis meer gehouden. En ik vind als jij vanaf je, van je, van je hoogste punt min 99% staat, weet je dus dat er bijna niemand meer is die gelooft in dit project. En dat is dan, naar mijn mening, ten dode opgeschreven. Ik weet ja. niet eens eerlijk zeggen wat ze doen. Ja, we hebben het er wel vaker over gehad, maar uh, ik ben het alweer vergeten. Nou ja, ja, ik weet wat die CEO doet. En dat is niet, dat is niet <laughs> positief voor zijn Zimago. Om het zomaar te zeggen. Nee, ja, ik, ik, uh, ik ben het Robert eens. Het is ja. Kijk, er zijn natuurlijk ook wel goede projecten, min 90, waar misschien nog wel wat leven in zit. Aangezien heel die markt in elkaar uh, gedonderd is. Ik bedoel, Ethereum stond op een gegeven moment min 87 of zo, of misschien nog wel meer. Ja, dat wil ik nou ook niet per se afschrijven als een dood project. Maar hier, um, ja, nee, hier uh, heb ik ook geen grote uh, goede hoop op. Nee, maar als je het toch over CEO's hebt. en ja. wat dacht je van TenX? Ja, vertel. TenX is dus een paymentkaart. Dus die, die, die streven ernaar dat je een, een app hebt en dan zit een, een wallet aan zij beheren de private key, um, yeah, maar dan zet je stort je dus uh, weet ik veel een bitcoin op um, en vervolgens ga jij met je kaart naar de mediamarkt. en ja, je de koopt cre die creditcard. Dat ja, is dus je krijgt ook zo'n creditcard de... ja. en eigenlijk op het moment dat jij die televisie koopt, eh, dan zorgen zij eigenlijk voor, nou ja, ook voor zo'n swap hè, dus je krijgt euro's en op het moment uh, hebben zij jouw bitcoin en gaan ze die op een goed moment voor hun natuurlijk verhandelen. Ja. Uh, want zij beheren de private key. Ik wil, uh, ik wil daar eigenlijk gelijk iets uh, over zeggen, want ik zag dat dus ook voorbij komen uh, vandaag, gisteren. Ja, de, nee, de, de afgelopen, afgelopen dagen. dagen ja. Ja. En ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Want als ik iemand hoog heb zitten in deze, deze space, is dat wel Dr. Julian Hasp. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. En die hebben een bedrijf en die mensen die leveren echt kwaliteit daar. En die zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het CoMet netwerk. Wat ze willen gaan implementeren op TENIX. Ze hebben zelf ook gezegd: wij willen eigenlijk niet heel veel meer met die P-kaarten gaan doen. Maar we willen gewoon een gigantisch goede blockchain op tafel gaan leggen. Ik denk dat hij president af is om daar een rol te gaan vervullen bij het tweede bedrijf, ja. Comet. Ja, ik ben wel benieuwd, hè, want het is ook pure speculatie overigens. Hè? Dus uh, we zijn een soort. Ja, nou, nou, laten we, we even uh, beginnen. Hij is afgetreden. En ja. daar heeft hij een video van uitgebracht. Ja, een emotionele uh, video, hè, waar ja. hij nou, bijna in tranen zit om zijn besluit te maken. Anderhalve minuut uh, lang duurde dat ongeveer. Waarin hij zegt inderdaad, ik stop als CEO van TenX. Nou, En toen, daarna ging de geruchtenmolen los in principe. Ja, volgens, dan ging er een gebruiker, hè, dat, dat sluit misschien wel aan, wat, wat speelt er ook? Is, uh, hij werd betaald in die P-tokens, dus ja, de tenx okay. tokens okay. Dat heeft hij ooit uh, openbaar gemaakt. Dat ja. was rond de 6200 tokens. Uh, dat kreeg hij op maandbasis. En um, nou, dat is op een of andere manier, uh, op Reddit is dat heel goed te volgen. Uh, het is niet al te moeilijk te vinden overigens. Uh, hoe dat dan aan hem gelinkt is. Het is ja. ook niet heel moeilijk als jij per maand kenbaar maakt welk bedrag je krijgt. Kan ik dat ook heel redelijk snel vinden. Ja, en een ander adres die hij geverifieerd had als ja. zijnde, zijn adres. Die is, daar, aan die is daar ook aan gelinkt. Het zijn eigenlijk twee dingen waarvan... Ja, ja. Eigenlijk kan hij gematch worden aan, aan twee wallets in dit geval. Ja. En daar zie, zie je een behoorlijke transactie uh, op naar Bittrex. Ja. Uh, ja, en was dat aan het einde van was dat aan het einde van 2018? Juist. En daar is een onverklaarbare. En ik heb hier ook voor me op heb echt. Nou ja, het is een soort uh, ja. Een, <laughs> wat is de hoogste berg? Uh, weet ik veel weet Enorme spijk aan volumes Niet hier, te geloven, ja. niet te geloven. En dat is heel verdacht. En ook als je naar het tijdstip kijkt van hoe, hoe, wanneer begonnen die grote transfers? Het was echt Singapore time 1 over 12 op Nieuwjaarsavond. He, dus mensen gaan speculeren. Misschien heeft hij zijn, zijn token's die hij heeft ontvangen wel een bepaalde tijd lokt. Wat niet ongebruikelijk is met normale aandelen die krijgt of uh, normale Tokens bedrijf. ook niet trouwens. Nee, dus dat kan heel goed. Het is puur speculatie. Maar als je die spike bekijkt op de CorMark, op deze token, is het heel raar. Maar waarom het extra een beetje gevoelig ligt, zij gaan ook een nieuwe token uitbrengen, een soort security token, waardoor je ook echt. Ja, Die heet dan uh, poeh, ik had het wel net even een keer gevonden. Die naast de P-token komt. En die, waardoor jij ook een soort. Tokens terugkrijgt, hoe goed het gaat met het bedrijf. Ja. Waardoor natuurlijk, dat zie je vaak, dan positief, dan gaan mensen dus ook die, die munten kopen. Dus een, een, het is een beetje speculatie op dat gebied, hè, van is dit dan op dat moment per se gedumpt omdat het op een hoge koers is. Hij zegt zelf in zijn verweer dat, dat hij onschuldig is, hè? Ja. dat dit besluit pas drie, dus nu vier dagen geleden genomen is, en vandaar dat hij misschien ook zo emotioneel is. Maar ja, eh, trick to upgrade of je weet het niet. Hey, dan zet ik mijn uh, aluminiumhoedje op, en die heb ik vaak op, en dat vind ik erg leuk. Het zou natuurlijk ook iemand uit het bedrijf zelf kunnen zijn. Ja. Ja. Waar hij volledig afstand van ja. wil doen. Daarom met tranen in zijn ogen afscheid neemt. En dat dat dan misschien toch niet helemaal van hem uitkomt. Nee, helemaal eens. En daarom is ook kunnen... speculatie. Ja. Het is wel een, uh, als je die Reddit post kijkt, het is onderbouwd. Uh, maar uiteindelijk degene die de private key van die wallet heeft... of de, de misschien zijn het meerdere personen... die kunnen dat gedaan hebben. Ja, maar een... een um... Een rechter die, die zou zeggen, dit is circumstantial. Dus dat is leuk, inderdaad, het zou kunnen. Het sluit niet uit. Het ja. sluit niet uit dat, 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 dat jij het bent geweest. Maar ik kan op basis van de, deze evidence die er ligt, eigenlijk. Kan ik niet 100% zeker zeggen dat jij het bent. Nee. Dus uh, dat, uh, dat, dat gaan we ook niet doen. Maar dat het, nou, wij hebben zo'n jaar, jaartje geleden Weinand en ik uh, zo'n zo kaart besteld ja. bij, bij Ten Hex, hij ja. nooit gekregen. En ja, dat vind ik nog het meest jammere eraan. Ze hadden op zich. Ik dacht, nou, dat is een leuk product. Dan kan ik direct mijn crypto's uitgeven. gewoon op plekken waar ze alleen nog maar geld willen hebben. en geen crypto's. Ja, nou, dat is er niet echt van gekomen. Ik heb hem gehad. en uh, het werkte uitmuntend. Het werkte echt heel goed. Ja. Beter ten opzichte van alle kaarten. Helaas hebben ze uh, een licentie verloren. Ja. om de creditcard-Visa uh, te mogen draaien. Maar ook nog steeds waarom ik eigenlijk. ondanks die, die, die koers van nog steeds best positief ben over Tenix. Ze hebben dus een order uitstaan van 1 miljoen van die kaarten. Ja. Nou, mochten ze dus zometeen die licentie krijgen, die kaarten worden verscheept, dan hebben ze natuurlijk zo'n netwerkeffect in één keer, ja, true. dat ze gelijk weer die frontloper zijn. We hebben Monaco ja. gehad. Monaco uh, was heel scammy, ik weet er niet alle feiten van, maar ik weet wel de mensen die ik ken die de ICO hebben gedaan, de munten hebben verkocht. Die hebben nu gerebrand. Naar MyCrypto.com? Ja, 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 zoiets. Naar Crypto.com. Crypto. crypto is weer een afsplitsing van ja, my, my uh, wallet. My wallet. En daar heb ik dus helemaal geen vertrouwen in. Nee. Nou, nou, die zijn een... wel live in Singapore nu met een kaart. Ja. Heb, toevallig, want door dit nieuws ben ik eens gaan kijken... wat speelt er in het ja, Je hebt om tientallen spelers ondertussen. Ja, uh, ja je had inderdaad uh, Monaco en, uh, en, en deze. En met Monaco het probleem met die ICO... was dat ze op een gegeven moment heel erg liepen te pushen of door lieten schemeren... dat zij een licentie hadden met Visa of Mastercard. Eén ja. van de twee. En die bleken ze op een gegeven moment niet te hebben. En dat was een beetje... Uh, dat is dat scammy ja, gevoel wat je beschrijft. Dat, nou, dat dus, is herkenbaar. Uh, maar goed, uiteindelijk heb je, ja, ik heb nu nog niks. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. En het zou ook zomaar eens kunnen dat op een gegeven moment een speler als Coinbase erin stapt. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe, hoe makkelijk het nog is voor die kleinere jongens om daar wat mee te doen. En het is helemaal geen bad intentions van 10X of wie dan ook. Hè? Het kan ook gewoon helemaal gewoon regulier zijn. Iemand die zegt, nou ja, het is tijd om gewoon ook cash uh, te verzilveren op die investering die je ooit hebt gedaan. Dus het is, maar het is gewoon door de toevalligheden op elkaar gestapeld en het research wat ja. deze gebruik heeft gedaan behoort het tot de mogelijkheden. Dat is interessant genoeg om in ieder geval even behandeld te hebben. Yes. Um, ja, ik denk dat we naar de marktupdate gaan. Ja, we hebben nog een klein dingetje... wat misschien ook wel leuk is in de update. Ik zag best wel wat reclame langskomen deze week... voor verschillende beurzen, Bijvoorbeeld Lightbit. Natuurlijk een Nederlandse uh, ja, ja. tussenpersoon eigenlijk. Ja, Daar kan je met je euro's kan je, kan je bitcoins kopen... en nog allemaal andere munten. Die kwam opeens op primetime voor het RTL-journaal om acht uur. Nog bij film, zei Ja, ook. ik zat de film te kijken. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Ja, een lightbit opeens uh, voor een beeld. Dus dat was wel, uh, was wel leuk. Wij We kennen ook wat mensen, die ook nog even gesproken Dus dat is wel, wel leuk om te horen dat ze daar ook wel mee bezig zijn. Want op die manier proberen uh, crypto toch wat meer mainstream ja, een gezicht te geven. Uh, je hebt natuurlijk in Amerika de Winklevoss uh, Brothers van uh, uh, Gemini of Gemini, de uh, exchange. Die hebben een, 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 ja, op, de, op de tienjarig uh, bestaan van Bitcoin hebben ze een pagina in de New York Times uh, afgehuurd om een advertentie in te zetten. Uh, die rijden er ook met een, een of andere cryptobus door New York. heen. Ja, die bus vond ik gaaf. Die zag ik inderdaad uh, vandaag voorbij komen op het internet. En uh, Satos, die doet dat ook. Die heeft ook volgens mij een bus rondrijden hier op de Zuidas. Ja. En die zijn ook lekker aan het. Uh, oh, ik zo Dat wist ik niet eens. Ik weet ja, het dus, ja. wel grappig. Ik had die bus op online ook al. Ik zag alleen de bushokjes ook even voorbij komen. Jij vertel me van die bus, ik denk nou, ik, ja, nou, nou. Ja, maar wat, wat, een, wat een ding is. En daar is wel wat opheffen over. Dat is wel interessant. Zij, hebben dus, zij zeggen van: uh, ja, om, om, om crypto mainstream te maken, om het beter te maken, hebben we regels nodig. Nou ja, dan stuit je de, de, de maximalisten, de Bitcoin maximalisten, natuurlijk mee tegen de borst. Als je de regels maken, reguleren, dat is nou juist het hele ding waarvoor ze gestart zijn daarmee. Ja, en zij kijken er anders aan. Zij zeggen van: er zijn wel een aantal regels nodig, anders komen we gewoon nergens. En dan op een gegeven moment zegt de overheid: uh, stop er maar mee. En dan houdt het ook op. Ja. Dat zijn twee verschillende standpunten. Er is geen. Uh, wat mij betreft, voor beide wat te zeggen. ligt eraan wat je belangrijker vindt. In ieder geval interessant om te zien dat, dat we het vaker langs zijn komen. Ja, de markt update. We gingen even goed. De battle voor uh, 4K heb ik hier uh, geschreven. En inmiddels zijn we weer terug naar 3800 dollar. En daar stonden we vorige week ook. Ja, minder zelfs. Ik kijk net uh, 36 nog. Wat is ja, het? Dus is we zo, zijn uh, net iets nachtjes de rest, uh, tweede drop uh, gemaakt. Nou, dat is lekker. Dan is de rest uh, waarschijnlijk meegegaan. Nou ja, anyway, ja, niks aan te doen. Um, daar gaan we ook niet al te lang uh, bij stilstaan. We hadden wel een goede week. In principe zag je wat altcoins die omhoog gingen. Ik merkte ook wat uh, een beetje een bullish gevoel in de markt. Maar... ja, meer ook vanuit al die dingen, dus omdat we zojuist aan het focussen waren op die projecten die echt wat gaan brengen, dus we hebben het over lightning gehad en, en over Mimble Wimble, allemaal technisch. En dan denk je van zo, ik word er wel heel enthousiast van. Ja. ja, de markt, die in ieder geval prijstechnisch reageert, daar vandaag, in ieder geval iets anders op. Ja, toch uh, maar had, maar ik goed, ook dat ook, had je niet het idee dat mensen wat, nou, ik merk ook wel wat meer rust. Ja, maar ook wat meer activiteit in het channel en op andere channels, op Twitter ja. ook. Ik had wel het idee van, nou, misschien hebben we de bodem geraakt en misschien is dat nog steeds zo. Ik, uh... ik uh, benchmark het zelf, uh, wat ik vaak doe. Ik ben eigenlijk op heel veel Telegram-kanalen uh, lid. Ja. En ik uh, zoek dan naar uh, emoties van emoticons. Ja. En als je dan bijvoorbeeld een blij poppetje of een moon poppetje hebt, zo'n zo maanplaatje, dan zie je vaak dat het weer wat positiever is. En daar kun je dan weer hele algoritmes op schrijven. Dat doe ik zelf niet. Maar wat ik zelf heel interessant vind, uh, ik heb een LinkedIn-account en daar ben ik zelf heel vrij, heel actief op. En ik heb opeens weer allemaal ICO aanbiedingen sinds ja. een week die ik een tijdje niet heb gehad. Dus dat is ook wel weer een indicatie van, nou, er zit misschien toch weer wat positief gevoel in de markt. Nou kan het natuurlijk zo meteen weer volledig weg zijn wanneer we door die 3.000 heen zakken, maar. Het valt wel op, inderdaad. Nou, grappig dat je het zegt, die presentator uh, van de Zuid-Afrikaanse CNBC... die begon er ook al over dat hij weer aan, aanvraag kreeg... Op, op van, uh, van gro relatief grote exchanges, of hij nog projecten wist... die eventueel op zoek, zoek waren naar een goede exchange ja. op ICO-gebied. Dus je, je ziet het inderdaad wel. Ja, we hadden natuurlijk een van onze eerste gasten, Jaap... die uh, onderzoek heeft gedaan op basis van tweets. En dus ja. als jij zegt emoticons zoeken, hij deed het echt op basis van woorden. Ja, dus sentiment dus, inderdaad. Sentiment in tweetberichten. Uit. En dat leek ja, sterk gecorreleerd te zijn aan inderdaad uh, de, de, de prijsmovement van uh, cryptocurrencies. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon uh, een uh, ja, kan een feit zijn. Misschien ook niet. Nee, ja, het is altijd een beetje koffiedik kijken. Maar um, ja, markten zijn ja. gewoon... Uh, daar komen mensen bij elkaar om, om het een voor het ander te ruilen. Dus ja, dat daar enigszins menselijk gevoel een rol speelt... Uh, of helemaal eigenlijk, dat, uh, dat lijkt me ook duidelijk. Maar ja, het nu 9% drop. Is, ja, ja, ik zie geen, online ook geen verklaring daarom. Dus het is in ieder geval niet iets wat gebaseerd is... op iets wat speelt grootste markt. Dus het moet wel... Uh... De bekende Newton. Die heeft vroeger een keer uh, 20.000... Uh, Pond, dollar, ik weet niet precies wat dat toen was uh, geïnvesteerd. En uh, die liep eigenlijk heel hard tegen de muren. En die gaf daarna het citaat: Ik had nooit de irrationaliteit van de markt en de mens kunnen verwachten. Ja. Ah, dat is natuurlijk perfect terug te zien uh, in het cryptolandschap. Het, het, het gaat alle kanten op, maar niemand kan echt zeggen waar het heen gaat. Het enige wat je kan zeggen is dat 94% van alle parabolische stijgingen altijd weer terugkomt waar het is begonnen. En dan ga ik naar mezelf kijken. Ik gaf, uh, toen Bitcoin nog op de 19.000 stond... gaf ik een presentatie bij het hoofdkantoor van Oracle. Toen weet ik nog dat ik zei van jongens, niet kopen. Pas op de 3.000 weer kopen. Wat doe ik zelf? Ik koop op 6.000. Ja. Want ja, het gaat weer stijgen en iedereen had weer het gevoel. Nou, vervolgens klapt het natuurlijk kaart naar beneden... Maar ah, het is zo moeilijk in te schatten. Nou ja, eens. Dat is waar we het net ook, ook, ook over hadden. Ja, soms heb je het helemaal uitgedacht... en dan doe je toch weer iets doms achteraf... Om, puur op emotie. emotie. En dan, ja. uh, dus om onze emotie tegen te gaan... hebben we een ander experimentje. Onze oude sok. Ja, dus die is um, nog gebaseerd op data... voor deze <laughs> dump van zullen verdienen, Ja, ja dus is dat zal juist. iets minder zijn dan dat het hier nu staat. Maar dus we hebben dus die duizend euro... nog steeds belegd in verschillende... Est is wat Bitcoin top 10 market cap, uh, spaarrekening, goud en AX-index. Ja. Uh, ja, weinig movement. Hè? Dus deze spike hiervoor stond hij ongeveer op het niveau van wat we vorige week hadden. Dus je ziet nog steeds uh, goud uh, als outperformer, spaarrekening ja, per definitie in de plus. Um, en de rest uh, ja, krabbelt een beetje door. Ja, dus dat is niet best. Dus nee. ongeveer, denk ik we een euro'tje of 900 in de min staan in, uh, in totaal. Om en erbij. Dus ja. Doen jullie nog wijzigingen ook in de, in de portfolio? Nee, nee. wij houden compleet vast. Dus, hè, dus de huidige top 10 is niet meer de top 10 die we toen hadden. Ja. Uh, we hebben wel de, de, de Bitcoin Cash uh, fork geïmplementeerd, of tenminste verwerkt erin. Dus uh, dat loopt allemaal goed, want die coins hebben gratis gehad. Uh, maar maar ja, dat is uh, een oude sok. Ja, dat ligt onder de patroon en uh, daar, uh, daar doen we een jaar niks mee. Dat was een beetje het de, idee. De motten zitten erin. Dus je hebt helemaal gelijk hoor, dat zeiden wij ook al aan het begin. Um, ja, wij hebben waarschijnlijk op een te hoog moment het één ingekocht. Aandelen sowieso, die hebben we echt voor mij op de absolute piek uh, gekocht van een ja, paar dat maanden dat, uh, terug. Dat. Toen Apple net een, een triljard of whatever waard was. Dus, um, maar goed, het is een experimentje en het is een leuk terugkerend uh, onderdeel. Net als het sentiment. Nou ja, ja, ik weet het niet meer eigenlijk. Misschien moeten we, misschien moeten we daar maar eens mee op gaan houden. Ja, ik heb je nog staan Boel Ik um, heb het niet eens aangepast. Nee, jij ja. ligt in je winterslaap. Dan word je ook niet meer wakker voorlopig. Ja, dus ik, weet niet, uh, ik weet niet wat me wakker krijgen. Hoe kijk jij er tegenaan? Uh, hoe, hoe sta jij er tegen? Ja, ben jij bullish, bearish? Op de cryptomarkt Op dit moment. Ik ben heel boelisch op bitcoin. En of ik hem nou. of die nou vanaf de 3000, de 1000, de 5000 of de 6000 gaat stijgen, stijgen gaat hij. Ja. Zeker. Um, ik ben. Uh, veel in Malta. En Malta wil zichzelf positioneren als de blockchain uh, hub van de wereld. En daar doen ze heel erg uh, hun best voor. In 2016 uh, was ik een presentatie, bij een presentatie van de Prime Minister uh, Joseph Muscat. En die zei: uh, We gaan helemaal echt ons best doen om, uh, om iedereen hier naartoe te halen. En daar zijn ze ook mee bezig geweest. En uh, veel, uh, veel projecten en bedrijven gaan daar naartoe. En ik heb onder andere geholpen uh, aan de Virtual Financial Asset Bill. Die heeft, uh, is 1 november het parlement, uh, door het parlement akkoord gekut. En er zijn nog twee andere bills. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, de regulatie eraan gaat komen. En daar gaan gewoon heel veel munten niet aan voldoen. En dat zag ik toen al terugkomen. Toen we gingen kijken welke munten dan bij die Virtual Financial Asset Bill wel toegelaten werden. Nou, als die regulatie eraan komt, 2019, dan durf ik me voor in het vuur te steken. Dan gaan daar zometeen zulke grote kapitaalverschuivingen komen. Dat ik juist denk dat projecten zoals anonieme coins, zoals Grin, Monero of een Bitcoin. Daar ben ik heel enthousiast over. Maar ik denk dat er echt 95% van de markt naar, naar nul toe gaat. Ja. ja, dat zijn denk ik met name waar je dan op duidt. De EC20 tokens met projecten die eigenlijk misschien geen blockchain nodig hebben. Of, ja. of is dat de zwart en, en dat is het leuk, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want een van mijn favorieten is ook Rootstock. En Rootstock heeft dus als onderliggende waarde uh, Bitcoin. Maar die is wel helemaal compliant met alle regulaties die eraan komt. Ja, nee, laten we dat inderdaad uh, zo uh, oppakken. Want we gaan uh, ja, inderdaad met jou ja, in gesprek over een aantal, uh, aantal dingen. Ik denk dat het wel goed is om te beginnen uh, voor ons, maar ook voor de luisteraar natuurlijk. Ja, wie is Robert Nas? Wat. Wat doe je? Waar, ja, wanneer ben je begonnen met, uh, met, met bitcoin? Vanaf mijn dertiende uh, regel ik mijn eigen financiële situatie omdat dat zo moest. Ja. Um, ik werk vanaf mijn dertiende en ben ik eigenlijk zeven uh, uh, dagen in de week daar altijd druk mee geweest. En dan zie je als kleine jongen kijk je op tv en dan zie je snelle gehaaide beursmannetjes die snel geld verdienen. Hey, dat wil ik ook, want ik werk, maar ja, ik moet wel mijn geld aan het werk zetten. Dus toen ben ik uh, begonnen. Kinderspel natuurlijk, forex-handel, CFD's, aandelen. Geld verliezen, geld verliezen, geld verliezen. En op een gegeven moment had ik een, uh, een mooie portfolio opgebouwd. Alleen ging het eigenlijk helemaal niet zo goed met uh, Europa. Frankrijk was fiet. Griekenland was fiet, Cyprus. En de euro leek uh, om te gaan vallen. <coughs> En op dat moment, meent was 2012, zei de Europese centrale Bank-president, meneer Mario Draghi, whatever it takes. En dat betekende dat hij zijn laatste middel ging inzetten... om de economie weer op te pompen. Want de renten waren al heel, de renten waren al heel laag, dus hij moest geld gaan bijdrukken. En toen had ik nog de gedachte van... oké, okay, ik heb eindelijk een mooi portfolio met aandelen... maar die hebben een risico en die gaan nu naar beneden vallen... want als iedereen realiseert... Er komt nep geld in de economie. Ja, wat is mijn geld dan nog waard? Nou, dat heb ik natuurlijk helemaal verkeerd ingeschat... want het is helemaal de andere kant op gegaan. Maar dat is wel het moment dat ik ben gaan kijken van... ja, hoe kan ik mijn portfolio gaan hatchen? Toen ja, ben ik in 2013 ben ik in aanraking gekomen met bitcoin. En daar is wel mijn liefde voor de hele blockchain wereld vandaag gekomen. En ik vind het heel mooi, want waar ik zelf heel erg tegen aanliep... is dat de derivatenhandel... Volgens mij 1980 door de ABN Ambro is uh, ontwikkeld. En iedere keer kwamen de nieuwe producten op de markt, maar ik kan dat natuurlijk die kennis nooit meer inhalen. En het voordeel is, omdat ik dus <coughs> vroeg ben ingestapt uh, 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 in de cryptolandschap qua, 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 qua kennis, kan ik dus nu alles consumeren wat nieuw is, waardoor je een veel betere kijk op de markt hebt en betere beslissingen kan maken in je portfolio nu. Um, ik heb altijd zoveel mogelijk uh, geld in uh, mijn crypto's willen stoppen en het daar ook houden. Ik um, heb vijf jaar gestudeerd, vijf jaar lang studie, en vijf jaar lang crypto's gekocht. Um, en dan is het 2017, en begint het eindelijk aan te slaan, waar je altijd op hebt gewacht, en een stijging. Die natuurlijk niemand had kunnen bedenken. Maar ook uh, mensen om je heen, die opeens wat van je willen hebben of willen weten. En op een gegeven moment uh, is dat in november bij mij niet in de koude kleren gaan zitten. En heb ik gezegd: is dit nog wel wie ik wil zijn? Ik ga er even tussenuit. Nou, dat heb ik uh, november uh, 2017, heb ik 22% uh, verkocht. Um, en ben ik lekker gaan reizen en gaan, gaan, gaan met mensen in gesprek gegaan. En wat meer open-minded weer worden. Even weer even terug, meer terug naar die helikopterview. En dat heb ik nu een jaar gedaan. En ik begin mijn passie en de liefde voor crypto weer terug te krijgen. Want ik zie daadwerkelijk nu het geschreeuw markt uitgaan. En ik zie de echte jongens, de echte nerds, weer gewoon leveren. Die ook allemaal even een stapje terug hadden gedaan toen de massa instapte. Nou, ik ben niet teruggedaan en misschien wel ondergesneeuwd werden. Want je zag op een gegeven moment, natuurlijk. Nou, ineens, de, ik denk dat de development wel continu door is gegaan. Dus ik herken dat wel. Nou, je kreeg maar. natuurlijk ook nerds die opeens uh, rocksterren werden. Of in ieder geval het geld van een <laughs> rockster hadden. Ja. En zich opeens ja, met allemaal dingen te maken kregen. En nou, sommigen blijven er heel normaal onder en blijven gewoon in hun kelder developen. En uh, ja. die ja, trekken hetzelfde t-shirt nog een keer aan en dat is prima. <laughs> en je hebt anderen die, ja, die bezwijken daaronder en gaan opeens allemaal gekke dingen doen. Ja, dat. Ik weet ook niet wat ik zou doen, om heel eerlijk te zijn. Als je opeens uh, vanuit het niets uh, zo'n zo berg, uh, berg geld. Ik moet hebt. heel eerlijk zeggen dat het mij verbaasd heeft. wat voor een echt karakter die jongens toch wel hebben. Want de heren die ik ken, die echt, echt dag één Bitcoin zijn. ik heb ze nooit zien schreeuwen. Nee. Nee, maar dat is ook het event. Ze zijn heel rustig. Het is een hele rustig gewoon, een hele overkomen. En je ziet, er staan geen Lamborghinis voor de deur. Dat zijn gewoon. Uh, ja. Het is gewoon altijd relevant. Nee, eens. En, en het grappige is dat, komt natuurlijk ook een beetje terug in wat jij zegt, is van: uh, ik ben in eerste instantie ingestapt in Bitcoin, omdat ik het ons monetaire systeem in elkaar zag vallen. Of in ieder geval ja, dat zag gebeuren, of de dacht dat het zou gaan gebeuren, verder dan nu. En nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En het grappige is: hetgeen wat crypto nou uiteindelijk zo'n kickstart heeft gegeven, of in ieder geval in, 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 in prijs zo om, omhoog heeft gedreven is ook niet andere mensen die dat gevoel hebben. Dat is mensen, gewoon uit, juist uit die oude economie, die geld zagen. Ja. Uh, mijzelf uh, de, daarbij natuurlijk. Ik bedoel, ik ben niet dromen dan de pauze. Ik ben ook vorig jaar daardoor, daardoor ingestapt. Ja, en uiteindelijk, waarvoor blijf je een jaar lang in die bear market hangen? Is omdat je wat meer in inbeg begint te zien wat die technologie daarachter is en wat de waarde kan zijn. En ik denk dat dat dus nu ook misschien wel weer de reden is waarom ik dus zo positief ben. Ik ben nog steeds onwijs pessimistisch over het huidige financiële systeem. En die uh, quantitative easing-programma, uh, het uh, ongelimiteerd geld bijdrukken. Eerst uh, 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 80 miljard, toen 60 miljard, toen inmiddels 30 miljard. En nu zeggen we dat we ermee gestopt zijn. Zijn we niet, zijn we nog even door aan het gaan. Maar we kunnen eigenlijk niet meer bijprinten. Wat betekent dat de rentes moeten zo meteen omhoog gaan? Nou, ik zag uh, op LinkedIn een post van een. Uh, Bankmedewerker die hypotheken verkoopt. Die had een hele mooie fles mouette en een taart in zijn handen. Want hij was degene die de meeste mensen een hypotheek had aangesmeerd. En iedereen was super trots. Dat betekent dus ook als we kijken naar de huizenprijzen. dat die mensen dus een prijs hebben betaald met een hypotheek voor een huis. die eigenlijk veel te hoog is. Want die stijging die is ook niet normaal. Wanneer zo meteen de rentes omhoog gaan. gaan mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Dan gaan die huizen weer in de executieverkoop en wordt het weer een rotzooi. Ik denk dat dat de katalysator gaat zijn voor Bitcoin 100.000. Ja, ja ik, wat ik altijd lastig, uh, lastig vind, want ik, um, dat was ook tijdens Bitcoin, mensen, was op een gegeven moment iemand van Follow the Money, volgens mij, een journalist. En die kwam inderdaad ook met dat verhaal en ja. sowieso de, um, dat heel veel dingen die eigenlijk heel erg pijn hebben gedaan in 2008. Niet of nauwelijks verholpen zijn. En dat we dat die er nog steeds in dezelfde vorm zijn. En dat we nou, en ja, anyway, hè, dat dat helemaal fout ja, is. gaan. Ja, de basis juist nog wel erger is. doordat het ja. ongelimiteerde benen er vele malen erger. En ik uh, uh, had een hele mooie quote van uh, Wouter Bos. En uh, even kijken. wat ik die natuurlijk wel vind. Ik zou hem heel even bijpakken. pakken. Ja, zoek hem ja, op, op Nederland. Want, want wat, ik wilde, wat ik wilde zeggen en dat. Uh, ik spreek even voor mezelf hier, hè? want er zijn zat mensen, zeker in, in Amerika, maar ook in Nederland in 2008, echt wel hard getroffen. Um, daar denk ik ook, hè, de vraag is altijd even, zeker omdat geld natuurlijk in principe een, een verzonnen systeem is waar je een waarde aan hangt omdat je erin vertrouwt. Ja. Vanuit een meer filosofisch aspect, kan je als mensheid natuurlijk ook gewoon op een gegeven moment zeggen: van nou, dit heeft niet gewerkt, laten we alle rent of alle, alle strepen weg en we geloven in, weer in wat nieuws. En zolang zolang de, de, de overheid en de banken waar wij in geloven, maar met iets komen en dat maar ingewikkeld genoeg maken en zeggen. Nou geloof hier maar in. Ja, als de massa erin gelooft, dan werkt het nog ook. Even ja, nee, eh, nee, zeker, ze zeker, maar het klinkt uh, niet. Dus, dus ik, ik heb de quote van uh, Wouter Bos erbij gehaald. En dat is ook, niet, uh, die is ook niet altijd goed geweest. Maar ziet dus nu zelf ook wel in waar we mee bezig zijn. En die zegt, de crisis ontstond omdat er te veel geld rond de aarde stroomde. En we hebben hem opgelost met nog meer geld. De crisis, omdat, de crisis ontstond omdat geld te goedkoop was. We hebben hem opgelost met geld nog goedkoper te maken. De crisis ontstond omdat er te veel schulden waren. We hebben hem opgelost met nog meer schulden ja. te maken. En dan, wat ik bedoel, is kan je dat dan niet op eindig op blijven lossen door elke keer meer te doen? Of moet dat op een gegeven moment uit elkaar klappen? En dan heb je het IMF, het uh, Internationaal Monetair Fonds, uh, zeg maar de bank van de centrale banken. En die heeft een mandje, de Special Drawing Rights, dat is de SDR. En dat is een mandje van de vijf, uh, uit Mo, vijf grootste valuta's. En er is dus nu een aanname dat wanneer zo meteen uh, het systeem gaat vallen dat er een nieuwe reddingsactie komt, maar dan vanuit uh, het IMF. En ik ben dus nu zelf heel erg bezig met deze vraag. Gaan wij dat met z'n allen accepteren of gaat het echt een ellende worden? Ja. En die vind ik heel moeilijk. Ja, ja we gaan het zien. Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik vind het altijd een heel lastige vraagstuk op dit... Uh... Ja, maar iets kan natuurlijk niet oneindig maar gestimuleerd worden. Het is een soort uh, morfine-infusie wat nu aan de economie is gegeven... Ja. Maar er moet altijd een crash zijn. Nee, ja, dat, dat is zeker, zeker waar. Maar uiteindelijk, en dat vind, dat vind ik het lastige eraan... uiteindelijk hè, met z'n allen bij elkaar, alle mensen bij elkaar vormen het systeem. En uiteindelijk wil je gewoon wel op een normale manier hier kunnen leven. Dus als alles kapot gaat, ja, tuurlijk gaan daar gaan mensen uh, op achteruit. Maar zelfs de mensen die alles regelen... en de bazen van, van de bank en whatever, en de politici... Ja, die willen ook op de plek blijven waar ze zitten. En dat kan ook alleen maar als gewoon de rest van de samenleving. gewoon daarmee akkoord gaat. En niet zoals nu in Frankrijk bijvoorbeeld. daar enorme rellen uh, ontstaan. Dus je moet wel iets verzinnen waar iedereen enigszins happy mee is. En uh, ja, dat systeem wat er nu is. is ook gewoon een verzonnen systeem. waar we gewoon in vertrouwen. Dus als. Ja, ik experiment. Vind het, ja, ik, uh, ik vind het lastig. Nou ja, we gaan het in. Um, wat ik dan ook wel terugzie. is dat er natuurlijk ook heel veel mensen. Nu dan in, of heel veel, maar er zitten ook mensen in bitcoin die dat dan zien gebeuren. En dan, ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat lastig, want dan is het vaak, in het, jij zegt het uh, net ook... dat leidt tot een prijs uh, increase uh, van bitcoin naar misschien 100.000, misschien wel een miljoen. Ik weet het niet. Maar ja, moet je daar dan happy mee zijn als de rest van je land helemaal in de fik staat? Het is heel, ook een hele lastige uh, uh, discussie, denk ik 100 natuurlijk. 100% met je eens. En, en uiteindelijk ben ik dus tot de conclusie gekomen, november 2017... Dat geld niet de waarde heeft zoals ik dat altijd dacht. Ja. Maar dat dat de geluk, de compassie en de liefde van de mensen om je heen is. Ja. En als jij mensen ongelukkig en vanuit de stress ongezond ziet worden, wat zeker gaat gebeuren, want dat zag je ook keer tijdens een crisis. Het aantal burn-outs gaat omhoog, uh, zelfmoord gaat omhoog. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Alleen de mensen die aan de touwtjes uh, trekken, die hebben, zoals ze dat in het verleden altijd hebben laten zien daar wel gewoon compleet maling aan. Dus ik denk niet dat dat verantwoordelijkheidsgevoel daar uh, zit. Nee, en toch doen wij het zelf. Hè? Want ik, ik, ik hoorde jullie net ook een tijdje... en dan zeg je ja, 100.000 euro of een miljoen. Maar dan toch patch het of je vergelijkt het weer tegen een dollar... die je eigenlijk zegt te geloven. Ja. En, da en dat wil ik gelijk, wil ik gelijk uitleggen. Um, want 100.000, die bitcoin is nog steeds één bitcoin waard. Logisch, want het zijn maar 21 miljoen bitcoins. Maar wat ik wil zeggen... Oké. Okay. Ik heb één portemonnee met één euro en ik heb één portemonnee met één bitcoin. Iedere maand komen in dat systeem van die portemonnee met één euro meer euro's erbij. Dus ten opzichte van die ene bitcoin in die ene portemonnee, moet die bitcoin dus wel veel meer waard worden ten opzichte van uh, uh, die euro. Ja. Maar dat geeft natuurlijk helemaal niet de koopkracht ervan aan. Nee. nee, want de echte koopkracht op een gegeven moment gaat zijn als we dus prijsteks in de supermarkt zien met zoveel satosi kost een blikje cola. Ja. En dan is het natuurlijk een, een, een bitcoin is één bitcoin. Maar nu in, in dit hele vergelijking met de monetaire stelsels, hou je natuurlijk, al, zolang je met die dollar ook daartegen aan gaat houden, dan kom je nooit los uit die discussie. Volgens mij wat je net zei, ja, dat is ook wat ik inderdaad wel in inbrengen: een bitcoin is één bitcoin. En uh, ja, wanneer, wanneer die prijsteks echt komen, dan. Ja, het is natuurlijk ook, ja, ik snap je punt, en je hebt helemaal gelijk, maar het is natuurlijk ook van. Hè, een, een salaris bijvoorbeeld, als je 2000 euro verdient per maand netto, dan weet je ongeveer, nou, hè, de een vierde, misschien de helft voor mijn huur. En dan heb ik nog 500 euro nodig voor mijn boodschap. Dus je weet ongeveer ja. wat jij nodig hebt, wat het waard is om te leven, zeg maar. En, dat, um, en daarom is het natuurlijk handig om het ja, op die manier nog steeds. 100.000 euro, dan weet je, nou dat is heel veel geld, want daar kan ik in principe uh, drie jaar gewoon compleet van leven. Dus ja, als dat één bitcoin is en ik kan drie jaar van één bitcoin leven, is dat dus heel veel waard om het zo maar te zeggen. Maar goed, uh, voor de rest, inderdaad, ja, als alles in elkaar dondert en het is geen reet meer waard, dan ja, dan is het een uh, niet zo'n goede vergelijking. Um, maar we hebben ook nog wat andere dingen, want ik vind het heel interessant, uh, interessant gesprek, maar ik denk dat we daar nog uren over kunnen doordiscusseren. Um, maar jij brengt ook wat andere specifieke kennis mee en daar willen we ook graag nog eventjes uh, over doorgaan. Ik denk dat we goed kunnen beginnen met, met Rootstock. Ja. Um, ja, dat is een sidechain voor Bitcoin. Maar wat, ja, wat kunnen we er nou mee? Wat, wat kunnen we ervan verwachten? Wat is het? Ja, vet. Ik, uh, ik uh, ben uh, een hele poos terug in aanraking gekomen met Rootstock uh, op het internet omdat ik echt ontzettend veel van Bitcoin hou... en ook wel als een maximalist uh, gekwalificeerd kan worden. Maar ik zie wel heel veel problemen bij, bij Bitcoin. En dat is onder andere dat het niet mogelijk is... om daar smart contracts op te programmeren. En uh, het doel van Rootstock is om waarde en functionaliteit... aan het Bitcoin-ecosysteem te brengen... door het mogelijk te maken van smart contracts... near instant payments en hogere schaalbaarheid. Ja. En dit zijn precies de punten waar Bitcoin nog in lekt... en waardoor dus al die altcoins zijn ontstaan. Ja. Um, wat ik ook heel mooi vind... is dat uh, Rootstock uit dezelfde ideologie is ontstaan... net zoals Grin en Bitcoin. Wij zijn community-driven. Nou zijn daar uh, afgelopen tijden nog wel wat vragen over geweest. Maar hoe zien jullie zelf uh, uh, Rootstock? Als, als misschien wat meer buitenstaander dan, dan ik... Nou, nou, het is inderdaad gewoon, hè, dus je wordt getriggerd door een smart contract op de bitcoin, maar eigenlijk zie je dat dat uh, niet zo makkelijk is als, dat, als je denkt van Ethereum en een, en een smart uh, contract. Hè. Dus het, het, ik vond het heel moeilijk om nou, um, hè, dat, dat concept van smart contracts, hebben we het al vaker over gehad en uh, binnenkort gaan we er ook een keer uitgebreid ja. uh, verder over praten, uh, dat, dat principe is niet zo niet zo ingewikkeld. Maar ik denk dat die structuur die gemaakt is... en ook mijn vraag van... waarom horen we hier dan zo weinig over? Hè? Want het lightningnetwerk uh, hebben we pas nog met Tom ja. over gehad. Hè, dat, dat, dat hoor je overal, dat zie je overal. Dan zie je de echte maximalisten die worden... nou ja, die, die schreeuwen het van de daken. En, en ik vind het heel moeilijk te begrijpen... Waarom, waarom dit dan niet? Want dat is wel een goede, goed antwoord op jouw vraag... van hè, wat weten wij ervan? Nou ja, we waren op zoek op een gegeven moment... naar nou wat onderwerpen voor de, voor de afleveringen ook... En nou, we hebben Lightning en Mimble Wimble is eentje die we nog de komende tijd gaan bespreken. En dan komt ook Rootstock naar voren. En ja, toen hadden we het er ook over van. Ja, we hebben het langs horen komen. En we weten dat het met smart contracts op de Bitcoin-blockchain te maken heeft. We weten dat het een sidechain is, maar daar houdt het wel op. Dus inderdaad, ik denk dat de Wijnandse vraag een hele goede is. Van ja, hoe komt het dat dat nou eigenlijk niet dezelfde naam bekendheid heeft als bijvoorbeeld het Lightning-netwerk? Ik, um, ik, ik, het is nog niet bekend in de media. En dat is, we noemen het nerds, maar met alle respect, hey, ik ben ook gewoon een nerd. Ik zie er misschien wat, wat sneller uit, maar ik zit ook de hele dag achter mijn computer. En in 2014 waren er een, uh, een groep developers, Bitcoin-liefhebbers, die ook dit probleem zagen. En die zijn op eigen achtjes zijn, die gaan ontwikkelen. Die zijn daar jaren mee bezig geweest en die hebben eigenlijk een schitterend mooi product neergezet. Waardoor je de kracht van het Bitcoin-netwerk behoudt, maar wel een altcoin kan creëren. En dit doen ze door middel van een sidechain. En in die sidechain, dus je moet het voorstellen, je hebt je Bitcoin-netwerk en je hebt de Rootstock-netwerk, maar daartussenin daar zit een two-way pack, ofwel een, een hybrid drive chain. Die zorgt ervoor dat er uh, een collateral ontstaat wanneer er een transactie wordt gedaan op het Rootstock-netwerk, dat die smart contract gelokt wordt door een RBTC, ofwel een Rootstock-munt. Maar die roetstokmunt is één op één gepatcht met Bitcoin. Waardoor je dus waarde creëert aan het ecosysteem. Want je kan dus nieuwe dingen gaan maken op die tweede laag op Bitcoin, apps. Maar de waarde wordt uit het Bitcoin-netwerk vastgezet. Ja, en één op één loopt die gelijk. En dat is niet met zomaar een bitcoin, maar dat is met mijn bitcoin. Hè? Als ik, als ik uh, besluit op Rootstock iets te willen doen, dan zet ik één bitcoin vast in dat smart contract. Of in die, in die pack waar jij het over hebt. En dan krijg ik dus één Rootstock PTC voor terug, waar ik dan ja, uh, weer weer. op nee. kan eigenlijk, eigenlijk het mooie is van Rootstock is dat jij die handeling dus zelf helemaal niet ziet. Nee. Die wordt voor je gedaan door middel van die two-way pack, ofwel dat tussenstationnetje. En dat tussenstationnetje dat wordt nu uh, beheerd door een groep van 25 bedrijven. Vooraan staan de bedrijven die ervaring hebben met het houden van bitcoin. Bitcoin custodians noemen uh, Bitfinex en Qcoin. Zelfs Tater zit erbij. En die zorgen ervoor dat dat allemaal goed gaat. Zodat jij en ik kunnen vertrouwen dat die bitcoin ook gelokt wordt. Maar ja, daar gaat wel de hele filosofie weg van, van bitcoin. We willen juist de ja, centrale ja, ja. partijen niet hebben. En hier komt de kracht van Rootstock. Dat is het gave. Roetstok zegt, wij doen aan merge mining. Wij incentiveren de bitcoin miners om ook Roetstok te minen. En in ruil daarvoor krijgen ze een stukje RBTC. En dat is even uit mijn hoofd, 80% krijgen ze RBTC, 17,5% gaat naar Rootstock toe, 1% naar de, naar de bitcoin full nodes en 0,5% naar Roetstok full nodes. Hierdoor heb je dus nu smart contracts met de security onderliggend van het bitcoin netwerk. Maar ja, je hebt wel die 25 bedrijven die moeten zeggen of het klopt of niet. Maar omdat dus zo meteen Roetstok een steeds grotere waarde gaat vertegenwoordigen, zullen steeds meer miners gaan zeggen: Oké, okay, wij gaan ook Roetstok minen. Wanneer, wanneer uh, het aantal Bitcoin-miners uh, een bepaald percentage haalt, vanaf 80%, gaat die federatie, de roetstokfederatie federatie gaat weg. En wordt dat helemaal automatisch door die miners gedaan waardoor Roots ook dus volledig draait op het Bitcoin-netwerk. Bij welk ja. project zag je dan, dan nog meer terugkomen? <gacht> Zo, dat idee dat er een centraal... Uh, IOTA houdt dat een soort... Uh, wat de, nee, de, de Contribute... Nee, ja, die, in ieder geval die houdt ook zoiets aan. Je ziet het wel vaker. Hè. Die willen gewoon zorgen dat hun netwerken... zeker als er nog minder hashpower is... beschermd zijn tegen tags en manipulatie. Ja. Maar is juist die, die, uh, die federatie... is dat dan niet juist het punt... En want ik wist dat niet. Hè. Ik ging naar die website en je ziet, als je daar doorheen scrolt, zie je inderdaad de Bitmain, btc.com. Je ziet al die grote partijen. Dan denk ik, oké, okay, wat is die rol? Eh, nou, het is heel, dat is dan logisch, denk ik, dat die dan inderdaad degene zijn die in die federatie stappen. Of het nou, logisch, dat weet ik niet. Maar is dat ook niet een beetje eng? Nou, in principe draait de blockchain van uh, uh, Rootstock op zichzelf. Maar het tussenstukje van uh, het zeker weten dat het goed gaat tussen Bitcoin en Rootstock... dat wordt dus nu nog in het begin in de gaten gehouden. Maar er staat overal expliciet uitgeschreven... dat moet op een gegeven moment moet dat wel weggaan. Ja. En dat is logisch. En bitcoin was in het begin ook niet uh, uh, volledig gedecentraliseerd. Er zijn zelfs nog wat hacks geweest. Um, dus dat, dat, is, dat is natuurlijk gewoon... Uh, het staat nog in de, in de kinderschoenen. Maar wat ik zo gaaf vind aan uh, Rootstock... is dat je het een beetje kan vergelijken als... Um, als een stuk grond. wat heel voedzaam is. En die voedzaamheid. die wordt gecreëerd. door de eerste laag. Bitcoin. ofwel de blockchain. En dat stukje grond. dat is even net weer wat beter. dan dat hele land. En op dat stukje grond. daar is een fabriek gebouwd. En in die fabriek. daar staat een toolkit. waar bijna iedereen mee overweg kan. En. Het mooie is van die fabriek is dat dat een nieuwe project is, ofwel de Root Infrastructure Framework, RIF. En dit is een product van Rootstock, waardoor ze het mogelijk maken voor developers uit verschillende schrijftalen om te gaan schrijven op Rootstock, waardoor nog meer waarde wordt gecreëerd voor Bitcoin, maar wel de decentralisatie behoudt. En het vette is dus dat als zo meteen die regulatie eraan gaat komen... en bepaalde munten kunnen niet meer voldoen aan die regulatie... dat ze gaan zeggen, hey shit, maar we hadden zo'n gaaf project. Ik ga dat niet zomaar weggooien. Weet je wat? Ctrl-C, Ctrl-V. Naar RIF, naar Rootstock, naar Bitcoin. We gooien het op de Bitcoin. En het is geregeld. En dat is die toolkit. Het is heel makkelijk om op RIF te schrijven. Wat ze daarnaast ook willen doen... is het aantal transacties uh, verhogen... En hè, zoals we weten Bitcoin heeft 7 transacties per seconde. Rootstock heeft 100 transacties per seconde. En het mooie is van Rootstock is dat ze een solution hebben bedacht on chain en dat is het Lumino transaction compression protocol waardoor je naar 2000 transacties per seconde on chain kan gaan. Ja, op de Rootstock, Rootstock chain we ja. dan over ja. Dus het Bitcoin netwerk blijft natuurlijk gewoon zijn uh, transacties ja. per seconde Zeker. Aanhouden. Maar omdat dit project geschreven is door Bitcoin-liefhebbers... zijn ze constant aan het kijken hoe kunnen wij Bitcoin bevorderen. Het mooie is, die LTCP kan gesoftvorkt worden op Bitcoin... waardoor Bitcoin naar minimaal 100 transacties per ja. seconde kan gaan. Dit is ook iets interessants wat zometeen misschien ergens toegevoegd gaat worden. Maar Rootstock heeft ook weer zijn eigen Lightning-versie gemaakt. En dat is het Lumino-netwerk. En daarbij kunnen weer 20.000 transacties per seconde gemaakt worden... Waardoor de filosofie die Roetstok heeft, banking de unbanked, redelijker uh, in zicht wordt gemaakt. Ja. En uiteindelijk is Roetstok ontworpen door een Zuid-Amerikaans bedrijf, vriendengroep, toen de tijd zelfs nog studenten, die gewoon heel veel onzekerheid zagen in hun economie. En dat is hun voornaamste doel, uh, mensen die daar niet bij kunnen toch de mogelijkheid geven om een spaarrekening te kunnen openen... of ja, betalingen denk, te doen. Ik denk als ik zo naar je ver, ver, verhaal luister... het is duidelijk dat je daar al een tijd mee bezig bent... en, en, en van alles vanaf weet. Ja, ik, ik las het op de website door en ik had zoiets van... Nou, weet je, het ziet er goed uit, nou, smart contracts... Op met, ja, op de bitcoin blockchain, hè, sidechain, dat is ook wel uh, behoorlijk interessant. Dat is natuurlijk een veelgehoorde kritiek. Uh, niet van iedereen trouwens hoor, want sommige mensen vinden dat het helemaal... Uh, dat smart contracts überhaupt onzinnig zijn. Nou, laten we die discussie niet houden. Maar het, als je ervan houdt, dan kan het op dit moment niet helemaal lekker op bitcoin. Dus wat dat betreft is het, is het natuurlijk een goed idee. Maar als ik dit zie, wat voor mij lastig is, zijn ja, alle bewegende onderdelen eraan. Hè. We hebben een aantal verschillende tokens langs horen komen en... Uh, de uh, sidechain en nu ook die, die transactiesnelheden, dat, is, ja, dat, dat klinkt voor mij, ik weet, ja, ik weet hoe kan ja, jij dat er is, Het is ik complex. Het... Hè? Ik denk die RIF, die, die infrastructuur, wat je zegt, daar is een opheffen over omdat daar een, een investeringsronde op is geweest. Ja. Hè? Maar eigenlijk zeg je, ja, dat staat dan los van het uh, ja, roodstock-netwerk zelf, maar eigenlijk biedt dat mensen gelegenheid om iets te bouwen. En juist dat bouwen gebeurt dan in solidity. En dat is natuurlijk eigenlijk wat Ethereum uh, zo ja. groot maakt. Vandaar het ctrl-c, ctrl-v waarschijnlijk. Ook. En, 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 en dan ben ik wel benieuwd, hoe reageert dan... Hè? want je zegt dat het, het komt voort uit bepaalde Bitcoin-liefhebbers... en die zeggen, ja, we zien problemen. Uh, maar je ziet ook, Bitcoin-liefhebbers... die hebben niet altijd liefde met Ethereum. Uh, hoe gaat dat dan? Hè? Is dat dan dat ctrl-c, ctrl-v-gedachte? Wat gaat ons dat nou brengen? Gaat dat ons opeens dan welwerkende deps brengen? Of, of... Nou, ik, naar mijn mening is... Bijna alles buiten Bitcoin op dit moment een shitcoin, een coin die misschien verwaarloosbaar is. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen en dat zijn atomic swaps. Jij en ik weten zo meteen niet eens meer welke munt we hebben, want dat wordt allemaal wel voor ons geregeld. Uiteindelijk gaan we er een bepaalde waarde aan hechten. Dat is naar mijn mening de Bitcoin. Maar wat de munt in onze portemonnee is, dat weten we niet. En wat ze zeggen bij uh, uh, rootstock is we gebruiken RBTC, die gewoon altijd één op één waarde heeft. Dus we hebben er ook speculatief niks aan. Die gebruiken we om de smart contracts te vullen. Daarmee worden dus die Bitcoin uit het andere, uit het Bitcoin-ecosysteem gehaald. Waardoor dus waarde wordt gecreëerd. Maar wat ze weer zeggen met die RIF-token is: Oké, okay, jij mag met onze toolkit, mag jij in onze fabriek een gaaf product bouwen. Een gaaf bedrijf maken, wat dan ook. Maar de voorwaarde is dat je wel met RIF. Kan betalen. Welke duizend andere munten die je nog meer accepteert, dat is aan jou. Maar RIF moet wel uh, 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 de munt in het ecosysteem zijn, die, die vloeit, zeg maar. Ja, je krijgt ja. dus niet straks uh, 100.000 verschillende tokens op RIF? RIF is dan de currency in dat netwerk. Dus niet uh, nu al die verschillende EC20-munten, die eigenlijk wat we vaak afvragen, dat ja. volgt het toe. Wat jij ook zegt 99% drop van iets, dat zou dan wel, wat betekent dat nog van uh, wat we over mm -hmm. hadden? Is dat dan zo? Is, dus dat is dan de gas, of uh, hoe moet ik dat zien? Zeg maar, je kan dus zien van oké, okay, Bitcoin is naar mijn mening. Uh, Bitcoin is naar mijn mening dat heeft een waarde omdat ik jullie niet meer hoef te vertrouwen. Ja. Maar dat zou goud ook, zeg maar, goud is dan zeg maar wat meer een store value. Dus ik vind het niet dat je dat helemaal goed kan vergelijken met Bitcoin. Maar wat de vergelijking die ik wil maken is, ik betaal jou ook niet met een klomp goud. Nee. De snelheid die RIF zometeen gaat hebben... is vele malen beschaalbaarder dan met bitcoins te betalen. En daarin zie ik wel die toegevoegde waarde. En ik weet niet waar we heen gaan hè, over tien jaar. Misschien is over tien jaar betalen we wel met bitcoins. Maar op dit moment, als ik een investering zou moeten maken... Dan is dat op iets wat op dat moment het probleem gaat oplossen. Ja, nee, ja, dat, dat, ja. dat kan, ik in, kan ik me helemaal in vinden. En dit is natuurlijk één oplossing daarvoor. Nou, we hebben Lightning gezien. Misschien wordt dat het wel. Nou, je hebt eerder al een keer bij de, bij de Crypto als dat de je Zilliqa genoemd. Nou, daar, daar, uh, uh, daar zijn wij ook mee bekend. Nou, die hebben weer. Ze zijn ook met sharding bezig. Nou, Ethereum is daar ook weer mee bezig. Ze, ze zijn op allemaal. Bezig. En als ik nu zou weten wat het zou worden, als we het zouden weten, dan zitten we over een half jaar of een jaar met z'n allen in een villa in die pizza, waarschijnlijk. Dus dat, dat weet je ook niet. Maar wat natuurlijk ook nog een ander ding is: Roots zal zich op die smart contracts, op scalability. Uh, maar we hebben het ook over Grin gehad. En dat gaat natuurlijk veel meer in uh, op een heel ander aspect. Wat eigenlijk een, heel lastig is bij Bitcoin. En dat is privacy. Uh, wat wil het nou Bitcoin? Mensen denken dat het heel, uh, heel erg. Nou, uh, hoe noem je dat? Privacy. Uh, nou, dat je je kunt verstoppen achter een wallet. Het is zo privé. Maar ja, alles is openbaar. Dat is natuurlijk het idee van de Bitcoin. Ja, ja. het punt is, en dat is misschien mijn probleem waarom ik Grin zo interessant vind. Oké, okay, ik krijg van jullie lekker een kopje koffie hier tijdens deze uitzending. En ik moet jullie zometeen betalen voor die kop koffie. Nou, dat doe ik het liefst in Bitcoin. Maar als ik die Bitcoin naar jou overmaak, dan kan jij dus precies zien. Ja. welke transacties ik daarvoor allemaal heb gemaakt. Nou, dat is naar mijn mening niet waarom ik Bitcoin in 2013 heb gekocht. Nee. En op dit moment is het gewoon nog niet mogelijk om dat echt volledig anoniem te maken. En dan komt er in 2016 een whitepaper op het Dot onion netwerk door een pseudoniem uit een Frans Harry Potter film. Tom Elvis Julossar. Ofwel Voldemort. <laughs> en die schrijft een, uh, een whitepaper genaamd uh, Mimble Wimble. En die zegt van nou jongens, we zijn, uh, we zijn uh, acht jaar verder. Uh, dit en dit heb ik geconstateerd. En zo en zo kunnen we het, naar mijn mening, uh, schaalbaarder, sneller en anoniem maken. Ja. En dit is opgepakt door Andrew Poelstra, ook niet de minste. En die is dit verder gaan uitwerken. Ah, en toen lag er opeens iets op tafel, waardoor heel veel mensen op de wereld zeiden. Shit, wat vet. Ik ga hier in mijn eigen tijd ga ik hier aan werken. En dan heb je een GitHub en een Gitter en een Discord. En dan komt iedereen bij elkaar. En dan wordt iedereen opeens vrienden met elkaar. Of in ieder geval, we vinden het erg leuk om met elkaar te praten. En dan ben je twee jaar verder. En dan is het uh, 10 januari 2019. En dan gaat het over vijf dagen, gaat uh, Mainnet Live. Maar Mainnet Live, wat hebben ze dan de priester gedaan? Aishara? Nee, helemaal niet. Het is gewoon volledig community driven. En ik heb het gevoel dat we eindelijk na al die jaren weer een product slash blockchain in handen hebben, wat van mij is, van jou is, van de community is en niet van het management, de CTO, de SEO, CEO of wat dan ook. Ja, ja misschien dan heen, want Mimble, mimble he, Eigenlijk vanuit die, vanuit die Franse Harry Potter, dan, dat is dan de, de, de protocol, he, de technologie. Wimble ja, Wimble is gewoon uit Harry Potter, dat is, dat is ja. wel Engels. Zeg maar. Ja, en dus dat is de, maar dat is de, pro, de naam voor de protocol ja. en wat er opgebouwd wordt in dit geval is Grin of een, in dit geval Beam. En het betreft een, een privacy coin. Al, he? Ja, dat ja. is een beetje zoals uh, zit in het vaarwater van bijvoorbeeld Monero, Zcash, maar die ja, hebben nog een hele andere manier om die coin private te maken. En bij, uh, bij Grin en, uh, en Beam in dit geval, en bij nog wat andere. Ja, is het dus via, via Wimble. Maar om nog heel even het probleem duidelijk te maken... Hè, want ik las laatst ook uh, iemand, iemand die tegen mij zei van... joh, jongens, soms is in de podcast... zitten jullie op, op een wat hoger technisch level... en begrijp ik het niet, dus om even setting the stage... Wat er dus is bij bitcoin. Inderdaad wat jij zegt, als jij mij een, een, een fractie bitcoin betaalt. Dat is heel goed voorbeeld. Ook dat is precies hetzelfde voorbeeld. Tijdens Bitcoin was daar een, een developer van de Wasabi Wallet. Ja. En die zegt ook, wie wil mijn telefoon kopen? He, voor, een voor, euro. Een, voor een euro. He, en iedereen zei natuurlijk, ja, nou ja, prima. Ik wil het wel in bitcoin. Dus stuur mij 0,0001 Bitcoin. En hij zegt van dat die 400 euro uh, waarde van die telefoon. Ja, dat krijg ik terug, want ik kan nu in principe al jouw transacties zien. Ik kan zien waar jij boodschappen doet. Ik kan zien hoeveel je voor je huis hebt betaald. Nou, en, dus dat is, is precies wat het probleem gaat worden. En nu maakt het nog niet zoveel uit, want je betaalt niet met bitcoin. Ja. Maar op het moment dat het gaat schalen, gaat het natuurlijk een probleem worden. Want iedereen kan bij iedereen meekijken. Nou, dat, dat moet je voorstellen dat je bij... De minister-president op zijn rekening kan kijken, om een voorbeeld te geven. Ja, dat kan niet natuurlijk. Ja, maar het heeft ook commerciële waarde. Als ik weet dat dat bakje koffie wat ik dan verkoop aan Robert, nou ja, ik weet, die kan er een euro voor betalen. Maar ik kijk naar jouw wallet ik denk, nou, die kan wel wat meer leiden. En bij jou vraag ik het dubbele. Precies. Het is ook met huizen verkopen of andere dingen. Een heel mooi voorbeeld. Dat wil je gewoon voorkomen. En vanuit de illogie van hoe Bitcoin is, is dat natuurlijk niet zo opgezet. Maar klopt het nou, dat hoor ik dan ook steeds vaker, dat dat hele Mimble Wimble eigenlijk wel bedacht is? Um, als product in Bitcoin. Hè? Dat het niet zozeer de bedoeling is om dat helemaal los te trekken. Ja, ah, vet, vet, vet. Heel vet zelfs. Want um, er was een website voor deze website, uh, grintech.org, even uit mijn hoofd. Of grin-tech.org. Ja, grin. Uh, ja, wat, is dat streepje? Heet dat gewoon ja. streepje? Ja, ja. <laughs> Tech.org inderdaad. Oké, okay, wij zijn bezig met een project genaamd Grin. En die gaat zometeen een altcoin krijgen. Maar zoals we weten, altcoins, waardeloos, beschouw dit ook zo. En ik heb zelf het gevoel dat we bezig zijn met een experiment. Om te kijken of het werkt, ja of de nee. En dan zometeen langzaam te gaan invoeren op, 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 op Bitcoin. Ik heb niet de technische kennis om te zeggen of dit ook echt daadwerkelijk kan. Maar ik weet wel dat bij de volgende versie van Bitcoin Core. al een gedeelte vanuit Mimblewimble geïmplementeerd gaat worden op de Bitcoin. Maar wat ik heel interessant vind aan Bitcoin is dat er eigenlijk een iets andere filosofie achter zit. En dat is dat waarbij Bitcoin um, deflator is, willen ze grin inflator gaan maken. Ja. Ja. En dit gaan ze doen door een emissierate van 1 grin per seconde voor altijd. Even voor, We om het weer even plat te slaan. Bitcoin, 21 miljoen bitcoins, dat is. Wat er Meer dan dat gaat er nooit komen. Ja. En bij Grin is en het steeds zo. langzamer. En steeds langzamer. Dat is bij Grin hetzelfde. Ja. Ik bedoel, de emissierate is in het begin hoog... en op een gegeven moment wordt het steeds minder. Maar het blijft wel altijd nou, omhoog is, gaan. Eén per seconde dan in principe. Forever. Ja. Dus dat blijft stabiel. Alleen de percentage groeit ten opzichte van de basis... wordt het natuurlijk minder. Nee, ja, precies. Ja, ja exact. Ja. Nee, daar heb je helemaal, helemaal gelijk En Dus als je dat uittekent... dan gaat die in het begin die curve heel erg omhoog... en daarna loopt die vlak, vlak die Net als bij Bitcoin. Exact. Alleen wel Omeiden. Hij gaat nog steeds omhoog. Voor altijd. Ja. Dus dat, dat, dat heb je sowieso uh, bij Grins. Dat, dat is een, een, verschil met, uh, een verschil met Bitter. Wat, wat, wat denk je eigenlijk dat dat uitmaakt? Wat, 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 wat levert dat uiteindelijk op? Wat levert dat uiteindelijk op? Ik denk dat daar door een grotere incentive ontstaat om het daadwerkelijk als betaalmiddel te gaan gebruiken zoals Bitcoin ooit bedacht is. Ja. En we weten niet wie Satoshi is. We weten niet wie zijn vrienden waren. We weten niet voor wie die werkte. Of werkte voor zichzelf. We weten het niet. Maar als je de gesprekken ziet nu bij de developers van Grin. En Grin is dus ook gemaakt door een anoniem persoon. Ah, het lijkt allemaal zoveel op elkaar. Ja. Ja, is Grin maar of Mimblewimble de, te, de, de techniek? Grin is... Um, er is een tweede pseudoniem ontstaan vanuit de Harry Potter film. Uh -huh. Ignotus Puffarelli. En die heeft gezegd... Oké, okay, samen met uh, Voldemort en uh, Andrew Poelstra... heb ik nu eigenlijk wel een hele mooie blockchain. Ik ga dat nog iets verder uitwerken. Verschrikkelijk goede cryptograaf ook. En die heeft gezegd, wij gaan Grin beginnen. En hij is dus de enige die zometeen 15 maart Grin live gaat gooien. Wat betekent dat? Dat dat dus de eerste blockchain is na Bitcoin die unstoppable is. Ja, maart? Januari. Ja, sorry, januari, januari, januari. Ja, Dus unstoppable. Met die community driven erachter... Ah, dit wordt zo'n geweldige. Ja, oh, nou, wat je bedoelt natuurlijk met Unstoppable, is dat er is geen één persoon die je zomaar kan pakken. Omdat je niet weet wie die man is. Meneer Vitalik of... kan de stekker uit Ethereum trekken. En als hij door Canada, voor Amerika wordt opgepakt, dan kunnen ze hem sommeren om te zeggen van nou, gooi het er maar uit. Ja. Ja, omdat hij het gezicht is. Hè. Dus stel dat hij een hard fork is. Ik ga linksaf en jullie zoeken dan maar uit. Dan zal iedereen waarschijnlijk hem volgen. Nou, ik ben het met je eens. Of stoppen. Kijk, ik weet niet of, of, uh, of het netwerk in één keer eruit knalt. Maar de waarde zal zo hard omhoog gaan... dat het waarschijnlijk inderdaad niet meer uh, profitable is om Ethereum te minen. En daarom ja. valt het netwerk om. En ik vind het, vind het zelf heel jammer uh, dat er geen uh, consensus is ontstaan... over wat we in het eerste blok... Uh, van, ja, we, de community, wat we in het eerste blok uh, gaan zetten. Naar mijn mening is dit ook wel weer een beetje anti-establishment waar ik volledig achter sta. Maar uh, we gaan. Uh, de, 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 het blok van uh, Bitcoin op dat moment. wordt in die, in die hash gezet. zodat iedereen kan zien: oké, okay, het is echt. Uh, op dat moment ja. is het ook ontstaan, geen prima, uh, et cetera. Maar die jongens die dit ontwikkelen. die zijn ook heel, uh, heel eerlijk erin. En die zeggen ook van ja. Uh, uh, Ga er niet te veel van uit dat het in één keer helemaal de shit gaat zijn, want er gaan nog zoveel bugs gevonden worden. Um, en ook de transactiesnelheid. Testnet is het nu, Testnet 4, John Trump die heeft het onderzocht. Testnet 4 is uh, 28 transacties per seconde. Uh, per seconde. En Beam heeft er ongeveer 20, maar. Ook dat is natuurlijk voor het cash systeem veel te laag. Dus ja. er moeten nog, zo, moet nog zoveel ontwikkelingen komen. Maar er zijn zoveel verschillende facetten aan dit, aan dit project. En natuurlijk kan ik ze nu niet allemaal hier opnoemen. Of heb ik daar niet genoeg kennis van. Maar ik heb een hele gave uitleg gekregen van die Nederlandse kerel John Tromp. Die, ah, geniaal, die heeft een nieuw algoritme bedacht voor mijnen. Waardoor je dus én ASIC-resistant kan minen... NSX kan laten minen waardoor het dus weer van de community wordt en kunnen niet al die miners in één keer alles overnemen in het begin waardoor de distributie van die munten vele malen beter wordt. Want ik kan zelfs met mijn telefoon minen. Dus wat je zegt, in het begin kan je zeggen van... oké, okay, nu, nu geen ASICs. En daarna kan je dat dan veranderen... dat het dan wel kan? Ja, juist. Volgens okay, mij okay. doet Beam dat ook het eerste jaar... dat ze zeggen, dan doen we niet. En dan gaan we Hard Forks Express doen... om ja. dat te, te voorkomen. En daarna laten we het en, toe. En, 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 en dit kan ik dan wel zeggen... want dat heb ik onthouden. <laughs> je hebt de KUKA-2-cycle. En die, uh, daar kan je wel mee... als ASIC-miner uh, kan je minen. En je hebt de kuka En daarmee die is ASIC-resistant... Uh, en dit is zo'n bizar gave techniek. Dit ga je in zoveel verschillende projecten terugvinden. Ik ben trots dat het een Nederlander is. Ja. En, en wat is nou jouw verklaring waarom dit dan zo geaccepteerd lijkt te worden? Hè? Want je ziet dus het... door de Bitcoin community. Heb je ja, het juist, over. Dus, ja, ik bedoel, ik sta hier in munten chillen, maar ik verdien er helemaal niks mee. En dat gebeurt dus overal op de wereld. Iedereen ziet gewoon, oké okay, shit, dit is een project... Dit is van ons, voor ons en we gaan dit met z'n allen doen. Ja. Wat is nou nu, he, dan als je één ding moet kiezen, wat maakt het dan zo vet? Wat, dus wat maakt nou van ons. Waarom is het zo belangrijk dat het van ons is? Wat, wat is dan die waarde? Wat is dat? Als je één ding moet kiezen, is dat dan die privacy? Is dat, uh, wat is het? Community mag ook zijn natuurlijk, maar. Ja, je vult hem nu redelijk ja, in. Ja, nee, maar natuurlijk, ik weet maar... Ik, 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 ik um, zie zoveel stakeholders, shareholders bij bitcoin ontstaan. Dat ik het gevoel heb dat het niet echt meer van mij is. Hè? En natuurlijk komen nu al die mooie ontwikkelingen en is dat me zometeen misschien weer wel met bitcoin. Maar ik heb met grin echt het gevoel: oh, dit is mijn munt. Wat ja. mijn munt helemaal niet is. Ja, of wel? Want het is van niemand. En daarom van iedereen. Dat is toch een beetje het. Uh... Ja. Want wat, wat is het voor jou? Ik bedoel, wij hebben ook al. We hebben ook uh, meetups uh, gezien. We hebben ze horen praten. We hebben dat ingelezen. Wat is voor jou, Wijnand? Wat is voor jou dan het punt? Waarom, want wij zijn er ook wel enthousiast over. Maar wat maakt het voor jou speciaal? Ja, dus, echt, dus twee dingen die ik dus net zelf ook als een soort uh, sturende vraag inderdaad, stelde. En dus inderdaad, die community vind ik, dat vind ik echt cool. En ik, ik zit ook wel eens op dit forum te neus. En ik snap dat cryptografie. En dan moet je me, dat ben ik geen expert in. Maar ik vind hè, dat, dat jij dan wordt, we Robert. dat Dan word ik ook okay, enigszins. En ik begrijp het op zo'n niveau dat ik het kan begrijpen. En hoe het er onder wiskundig zit, dat geloof ik wel. Maar ook die, die prijsaspecten, die, die voorbeelden die we net aanhaalden... Dat, dat zet me wel aan het denken. Want vroeger zat ik er ook in, alles openbaar, wat een cool, wat vet. En ik kijk in die wallet en ik zit te volgen. En dat deken, ik, hè, je. Ja. Ik, ik heb wel eens die, die, die block explorers helemaal doorgepluist... of wat ik kon vinden. En dan nou, ik kwam ik op die gekste dingen tegen. En dan ging ik weer door. En ja, dat is leuk. Dat is leuk om mee te hobbyën. Leuk om naar te kijken. Maar, maar niet als iemand dat bij jou use. doet. use, nee. En... Dat, dat ben ik dus nu ook mee bezig. Dus als ik dingen koop of zo, dan ben ik ook. Oké, okay, dat zet ik dan wel op een wallet die helemaal schoon is. Ik ben daar stiekem dus al mee bezig. Maar hoe cool is het als in het een netwerk gewoon. Of als het een protocol wat by default is. Hè? Dus, dus maar, standaard zit privacy. Maar dus Beam, ik... Beam die doet dat ook. En daar ben ik minder enthousiast over. Dus het is blijkbaar die combinatie van toffe nieuwe technologie. Ja. En het feit dat daar een stel developers zitten die, die zoiets hebben van. Nou, misschien creëren we wel iets net als Bitcoin, net als Satoshi. Wat. Miljarden waard wordt en worden we daar zelf helemaal of niet weet bezig. Van. Niet, hè, dat kan ook. En ik denk juist dat. Nee, maar stel dat het wel gebeurt, dan, ja, ook, dan, dan verdienen zij er in principe geen cent aan. En dat, dat zeg maar in, 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 in een wereld waar, waar, waar iedereen meer wil en eigenlijk zoveel mogelijk binnen wil halen, en, ja. en daar compleet op gefixeerd is, zeg maar, om, om dat dan terug te zien, dat, dat je developers hebt die zeggen van wij doen geen pre als het een succes wordt, dan, dan, ja, dan hebben we het gemaakt, zijn we daar trots op. Maar hebben we ja, qua geld gezien niks eraan verdiend. Die combinatie met die nieuwe tech, ik denk dat dat echt, echt uniek ja, is. En misschien triggert het me ook juist. Hè, dat als dan Jasper daar staat te presenteren. En het is zo, zo complex wat daar verteld wordt. Dat, dat, dan zit ik in die zaal en denk je, ja, wat kijk ik naar, nou? maar dan ga ik toch wel naar ik... Ja, wat is dit? Wat betekent dat? En dat gevoel van het willen weten... Ja. dat heb ik niet bij een RC2, RC20-token die de Airbnb wil zijn... alleen op Ethereum, weet ja, je? Dat, 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 dat die uitdaging, het die, die, ja, nadenken over dingen... dat, je, dat triggert zo'n project als dit. En, en, en ja, weet je, ik ga je niet lopen pretenderen... dat ik goed kan uitleggen wat het is... maar ik denk dat het nog wel goed is... Hè, want ik zie dat we weer, <laughs> weer een stukje aan het uitlopen zijn. En dat is prima. Ik denk, hè, mensen luisteren, denken Grin, tof... Wimbo Wimbo hebben ze nu gehoord. Wat het nou echt eh, Privacy Coin, maar wat maakt het nou anders dan Monero? Dat is daadwerkelijk dat er de transacties zie je dus, die zijn er niet meer. Die zie je niet. en, en gelijk aanvullen wat het echt anders maakt ten opzichte van de rest. Deze blockchain is zoveel lichter. Als jij een full note wil draaien, hoef je ook niet de hele blockchain te bezitten. Ja. Dus iedereen kan onderdeel zijn, worden van dit systeem. Het is een stuk lichter. Ja, en dat, die, dat, dat komt dus ook mede, omdat dus al die, zeg maar, je hebt een input. Een uh, aantal green to, uh, coins die erin komen in een blok en een aantal die eruit gaan. Nou, dat was bij Bitcoin ook zo. Dat moet nu nog steeds. Dat gaat eigenlijk ongeveer ook via dezelfde, via dezelfde regels. Maar alles wat ertussen zit, wat eigenlijk niet nodig is om die output te berekenen, die kan je eruit gooien. Dus ja, je gooit allemaal transacties uit een blok. Nou, daardoor wordt de blockchain lichter. En uiteindelijk stampen ze alles nog samen... totdat er nog maar één transactie over is eigenlijk. En daardoor kan je eigenlijk helemaal niet meer zien... je hebt geen blok explorer meer om de transacties ja, te zien. Ja, je hebt geen wallets. En juist dat vind ik ja. zo ingewikkeld. Hoe, 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 hoe werkt dat dan? En dat, dus. Maar er zijn nog zoveel vragen die we hebben. Ik, ja, ik kan wel vertellen dat we uh, iemand die er heel veel vanaf weet... dat we die in de studio gaan krijgen... Dus ja, daar gaan we er een aflevering nog veel dieper op in. Maar omdat jij hè, en Robert daar ook druk mee bezig was, wilden we alvast een voorproefje geven. En ja, ik denk, ik, ja, dit is ook iets waar ik wel echt enthousiast van word. Um, Tijk, ik merk het bij ons alle drie en dat is natuurlijk ja. lange tijd geleden dat, en, uh, dat Waar, dat het is. waar ja. ik dan uh, dit onderwerp graag mee wil afsluiten. Willen we dat het een succes wordt, zullen we ook met z'n allen een stukje moeten doneren. Want deze heren, die ze willen de fulltime aanwerken. En uh, Michael, ofwel Plum, die moet vanaf maart zijn geld weer op. Moet ook zijn kinderen te eten geven. Moet ook zijn vrouw verzorgen en een dak boven zijn hoofd hebben. Dus wat kan ik doen? Ik uh, kan totaal niet coderen, ik uh, ben totaal niet technisch. Maar ik heb wel gezegd samen met, uh, samen met de developers uh, dat ik mijn steentje wil bijdragen. Dus wat gaan we doen? 26 maart, dinsdag, wordt er een fundraising event georganiseerd in Amsterdam. En zullen de meeste van de developers die zullen daar ook aanwezig zijn? Um, meer informatie komt later. Ja. Maar dan kan je ook echt alle vragen persoonlijk gaan stellen. Want al die developers hebben ook weer hun eigen expertise. Of eigen kijk. Ja, en dat is echt, echt, echt heel gaaf om bij te zijn. Die webshop, hè, daar kun je allerlei goodies kopen. En dat support denk ik ook dan ja, de klopt, ja, toch? Uh, aan de community. 100%. Ja, 100% direct de community. Het is niet dat daar een webshop achter zit die dan weer 80% wegsnoept. Nee, nee, dat is grin-tech.org, om dan meteen even de goede website erbij uh, te geven. tmgox.com, tmgox.com, de merchandise dat 100% naar grin gaat. Oh, ja. Ja, ja, klopt. Het is, uh, de, ik heb er even op geklikt, tmgox, t-m-g-o-x, ja. ja. Dat dus als al je de gekke smiley is. op een uh, t-shirt wil, dat, uh, dat kan dan. Ja, <laughs> precies. Nee, maar inderdaad, het is, het is goed om te zeggen. Want die, dat hele team loopt dus op donaties. Omdat er dus geen premine is of geen ICO is geweest. Dus er wordt gedeveld. Uh, ja, ja, dat wordt betaald van de donaties. Dus vind je het vet? Ga het eens dus lezen. Kijk eens op die website. En uh, ja, als je het kan missen, doneer wat. Wij uh, zijn zo Swag, zoals ze het zelf. Precies. Noemen. Um, en uh, daarmee gaan we denk ik afsluiten. Dus uh, ja, Robert, tof dat je er, tof dat je er was. Uh, wil je Robert volgen op Twitter? Dan kan dat. Uh, apenstaartje Nas met dubbel S769. Um, en um, ja, volg ook vooral de, de, de mensen die hij volgt. Uh, want daar zitten een aantal leuke, uh, leuke, interessante personen tussen. Vond je deze podcast nou leuk? Join on onze Telegram groep en volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.satosieradio.nl. Je kan ons ook steunen via Patreon. De link staat op de website. Um, ja, ik bedank graag onze top Patreon. Robin natuurlijk weer. Wijnand, jij ook bedankt. Ja. Top, in ons eigen hokje weer deze week. Ik denk dat het een <laughs> leuke aflevering was. Tijd is weer voorbij gevlogen. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Adios.